Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Zo, een hele goede avond op deze hele bijzondere dag, Prinsjesdag. Een feestdag, voor wie voelt dit als een feestdag? Goed, echt allemaal economen dan? Of nee, kijk hier, de economen toch wel, ja, daar toch ook. Bij het miljoenennota gesprek gaan we hier hebben vanavond. Met drie top-economen. Dit wordt echt een economenavond. Dus af en toe, ik heb al minimaal één Neerlandicus gezien. Wie zegt nou economie, dat eigenlijk begrijp ik helemaal niks van. Nu, meld het nu even, we kunnen nog een beetje rekening mee houden. Ja, goed zo. Hier ervoor. Nou ja, wuif af en toe, dan roep ik iedereen weer terug. Want we gaan echt even de miljoenennota induiken. We gaan met jullie ook met een quiz aan de slag. Dus het zou nou toch heel leuk vinden als jullie zouden winnen. Maar we gaan dat. Op die manier gaan we de avond door. Maar hier zit het. Jullie zaten allemaal nog te werk of zo. Of nog snel dingen op te zoeken. Ja, Bas zat de hele middag al op de radio. Dus je moest even snel kijken wat er nou echt in stond, toch? Of niet, Bas? Zeker. Heel goed. Ik stel ze even aan jullie voor. We hebben Kees Vendrik. Jullie wel bekend, zat lange tijd in de Kamer voor GroenLinks. Daarna bij de Rekenkamer. Maar nu hoofdeconoom bij Triodos. Of Triodos? Triodos. Triodos, ja. Bas Jacobs, hoogleraar in Rotterdam. Hoogleraar Algemene Economie en in het bijzonder Overheidsfinanciën. En daarnaast Anna Dijkman, schreef in het verleden een boek over psychologie en geld. Ooit haar carrière begonnen als psycholoog. Maar is journalist meteen al. Als journalist, maar had toch echt psychologie gestudeerd. Ja, dat klopt. Heeft in de afgelopen jaren ook economie gestudeerd en is nu hoofdredacteur bij ING. Maar stapt binnenkort toch over weer naar de journalistiek. Daar ligt haar hart. Goed, we gaan met deze drie economen kijken van, nou, wat kunnen we er nou over zeggen, over die miljoenennoten. Dat zijn soms stokpaardjes die wel eens wegdrijven bij wat dit kabinet eigenlijk allemaal bedacht heeft. En daar gaat zo'n miljoenennoten toch eigenlijk over. Maar dat geeft allemaal niks. Met jullie dus die beloofde quiz. Dus dat betekent dat ik jullie wil vragen om je telefoon erbij te pakken. Want dan gaan we meteen even inloggen natuurlijk. Esther, mag ik nog wat zeggen? Natuurlijk. Ja. Want dit is een avond die wordt georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Staathuishoudkunde. En dat is de Economen Beroepsvereniging, samen met de Bali. En ik ben naast hoogleraar Economie ook voorzitter van de KVS. Precies. En ik wil jullie allemaal uitnodigen, als je nog geen lid bent van de KVS of ESB leest, om dat wel te gaan doen. Want daar word je alleen maar een veel betere econoom van. En als je dat zou willen, dan moet je eventjes naar internet gaan, naar www.esb.nu. En dan op het, waarschijnlijk het rode knopje KVS wat zegt, klik hier. Dus www.esb.nu en dan kan je lid worden. En ik hoop natuurlijk dat u dat in grote getalen zult gaan doen. En daar is meteen. Zijn er studenten? Er zijn studententarieven. En sorry, excuus dat ik dat niet gemeld heb, want dit is natuurlijk KVS-avond met Bas als voorzitter daarvan. En we laten gewoon niemand naar buiten gaan als die nog niet lid is geworden, toch? Of ik ga het niet afdwingen. Oké. Goed. Ondertussen hebben jullie wellicht al begrepen hoe je in kan loggen. Je gaat naar menti.com. Als jullie willen, mag je ook meedoen. Ja, vindt dan... ja, Anna, pak je telefoon. Leuk. Een beetje te worstelen met.
Waarom moet die helemaal weg? Ja, zodat je... Hij zit je te kriebelen. Oké, nou dan halen we die even weg. Ik dacht dat je niet bij je telefoon komt. Zullen we eens even gaan kijken wie hier nou echt dat ding goed doorgebladerd heeft. Menti.com, daar voer je die code in. Maak je geen zorgen over wifi. Het gebruikt heel weinig data, dus dat gaat allemaal goed. Worden we ook gestreamd? Dan kunnen mensen ook thuis meedoen. U kunt meedoen, ja. De prijs wordt hier uitgereikt. Dus de code is 43324. En als je ook die prijs eventueel wil winnen, dan moet je dus echt ook even een naam of zoiets invullen. Even kijken, moeten we nog op iemand wachten? Zegt iemand, stop, nog niet beginnen. Anders dan zeg ik, we gaan naar de eerste vraag. Ja, Sophie. Even, we gaan een beetje rustig inkomen. Nou, wanneer werd de eerste miljoenennota gepresenteerd? Look at your phone, daar komen de antwoorden. 1946, 1906, 1840, 1899. En het gaat allemaal heel snel. Lekker belangrijk, precies. Nou, het juiste antwoord is 1906. Ja, en zoals jullie zien maakt ook het tempo waarin je antwoord geeft, helpt. Uiteindelijk speelt dat ook een rol. We gaan naar de volgende vraag. Minister Pierson was dat. Ja, wie heeft er nog meer details over? Wat zijn respectievelijk de inkomsten en uitgaven van het kabinet in 2019? Waar hebben we het nou over? Hoeveel miljarden zijn dat? Of zouden het slechts miljoenen zijn? Ja, dit moet je dus heel snel kijken. Hè? Paf, ja, veel te snel. Ja, nee. Ja, die had ik al goed. Ja. Ik was te laat. Nou, dat neem ik mezelf kwalijk. Die heb ik te snel ingesteld. Maar goed, het wordt. Ik hoop dat dat zo meteen weer wat rustiger wordt. Even kijken, ik heb er nog eentje voordat we uitgebreid naar Bas gaan. De volgende. Wat is volgens de MEF, de macro-economische verkenning, de economische groei in 2019? Dit hebben jullie dit weekend allemaal al kunnen lezen, want het was natuurlijk uitgelekt. Oh, niet voorzeggen. Nou, dat heb ik dan nu verraden. Ja, goed. 2,6 inderdaad. Goed. Dank. Je kan hem even weer wegleggen, want we gaan even naar Bas. Ik heb jullie allemaal gevraagd om iets van beeld of een filmpje mee te nemen. Om even als inleiding op wat voor jullie nou het belangrijkste verhaal rondom de miljoenennota is. En Bas die trapt meteen goed af, want we gaan even naar een heel interessant filmpje kijken. How's the score? What do you mean? My job is to help you. Like you help Henderson. I'm taking you to a place of safety. No, this time I'm taking you. I want some information. I want it now. I have no information to give you. Yeah, we'll soon see about that. Slow down. Welcome to Japan, Mr. Bond. Tot zover. It is a great pleasure to meet you at last. Tot zover. Nee, dan hadden we eigenlijk een quizvraag moeten hebben. Waarom heeft Bas in godsnaam dit filmpje uitgekozen? Maar vertel het zelf. Het gaat om de laatste zin. Welcome to Japan, Mr. Bond. De rest is alleen maar flauwigheid. James Bond wordt in deze film ook op een gegeven moment omgeschminkt en zo tot een halve Japanner. Het ziet er echt voor geen meter uit, maar goed.
Waarom heb ik dit fragment gekozen? De dingen die we al een tijdje zien in Japan, macro-economisch, die bezorgen macro-economen hoofdbrekens. Want wat is daar aan de hand? Daar zie je al zo'n jaar of 20 matige groei. Je ziet daar deflatie de hele tijd. Je ziet er dat die overheidsschuld maar oploopt en de rentes daar recordlaag blijven. Meer dan 200% van het nationaal inkomen hebben ze aan staatsschuld, terwijl de rente extreem laag is. En het bezorgt heel veel economen hoofdbrekens. Wat is hier aan de hand? En ik heb het idee dat elementen van wat we in Japan zien ook een rol spelen in Europa en ook misschien in Nederland. En dat weet ik niet helemaal zeker, want ook ik breek mijn hoofd op de case Japan. Maar ik zie een kans dat de Nederlandse economie en ook de Europese te maken heeft met wat sinds Larry Summers secular stagnation, langdurige of ook wel vertaald slecht met seculiere stagnatie. Ik vertaal het met langdurige stagnatie is gaan heten. En als econoom interpreteer ik dit als een situatie waarin langdurig de rentes van de centrale banken op nul blijven hangen, omdat de economie eigenlijk pas in evenwicht is bij een negatieve rente. En dat kan komen omdat we heel veel sparen in de wereld, omdat we ouder worden vanwege de vergrijzing, zie Japan. Het kan komen omdat we heel veel ongelijkheid hebben in de wereld, zowel in inkomen als vermogen. Mensen met hoge inkomens en vermogende sparen meer. Het kan komen omdat we nog steeds heel veel private schulden hebben en die willen aflossen. En dat is hetzelfde als sparen. En het kan komen omdat we dalende reële kosten van investeringsgoederen hebben, waardoor we ook die spaargelden minder nodig hebben om te kunnen investeren. Dus veel besparingen, weinig investeringen, drukt die rentes omlaag. En op dat moment lukt het niet om via het standaard rentemechanisme de macro-economie in volledige bezetting te krijgen op een goede manier. Nou, dat lijkt nu net wel te kunnen in Nederland of in Europa. We zitten net in een licht positief conjuncturele situatie. Want 2,6%? Dat... Nou, dat vind ik dus heel weinig gezien alle meewind die we hebben. We hebben meewind uit de woningmarkt. We hebben meewind vanuit het begrotingsbeleid. We hebben meewind vanuit het monetaire beleid. We hebben meewind vanuit de aandelenmarkten. We hebben meewind van het feit dat we die economie heeft een hele zware crisis gehad. Dat loopt nog een paar jaar wat inhaalgroei te vertonen. Dus we hebben met al die meewind hebben maar 2,5% groei. En dat is het historisch gemiddelde van 1970 tot 2008. En dat is dus, vind ik, niet heel erg, erg super. Het is echt een economendebat, hè? Is het nou wel of niet secular stagnation? Zijn er mensen die zeggen onzin, dat is niet wat er aan de hand is? Nou, we hebben hier de Kees. Ik denk dat ik een hele tijd meevoel met Bas toen jullie vroegen om ook zo'n filmpje te bedenken. Ik heb iets anders meegenomen, maar ik moest even denken aan Bretton Woods, 1944. En in Bretton Woods, daar waren vooral de Amerikanen en de Engelsen met elkaar eigenlijk in gevecht. Dat ging over de orde van de wereld na de Tweede Wereldoorlog. Amerikanen waren de winnende hand. En jullie weten, de Britten zagen dat grote imperium van een paar eeuwen oud zagen ze ten onder gaan. Maar er was ook een zwaar economisch debat over de vraag hoe moet die internationale monetaire orde eruit zien. En er waren eigenlijk even platgeslagen twee opties. Optie 1 is, we nemen allemaal de dollar als wereldmunt. En dan vraag je eigenlijk van de Verenigde Staten om de hele wereld te voorzien van dollars. En dan gaat de zaak vanzelf lopen. En Keynes zei, nee, dat moet je niet doen. Wij hebben behoefte ook mondiaal aan een macro-economisch evenwicht. Dus hij wilde eigenlijk een wereldpunt invullen. En het IMF zou eigenlijk in zijn visie noemen dat eigenlijk de mondiale centrale bank. En daar zat de plicht op, en dat is vandaag de dag eigenlijk nog steeds relevant, speelde ook in de eurocrisis een belangrijke rol, dat alle landen, of ze nou in overschot zijn, in tekort, dat mag slechts tijdelijk zijn. En dat is niet gebeurd. De Amerikanen hebben daar gewonnen. Die dollar die is wereldmunt geworden. En daarmee is er een voortdurende onevenwichtigheid in de wereldorde ontstaan sinds de Tweede Wereldoorlog. En die duurt tot op de dag van vandaag. Het is goed om te weten, we praten over 10 jaar kredietcrisis. Het waren die Chinese overschotten die uiteindelijk via Wall Street op de Amerikaanse woningmarkt terechtkwamen. Zo zie je dus dat die financiële markten wereldwijd voortdurend heen en weer schuiven met spaaroverschotten. Die nemen in de tijd toe. Daar speelt vergrijzing een hele belangrijke rol. En dat is vandaag de dag nog steeds aan de orde. Daardoor hebben we die extreem lage rentes. En dat hoopt zich op een gegeven moment, na verloop van tijd, in de vorm van onhoudbare schulden. En als je die niet op een of andere manier wegmasseert, mitigeert, daar op tijd bij bent, dan krijg je een volgende crash.
Dat is het onderliggende plaatje waar we nog steeds in zitten. En dat is volgens mij toch vrij scary. En is dat nou, want je zegt heel leuk, nou, ik ga een heel eind mee met Bas, maar is het Japan-verhaal nou een heel ander verhaal dan dit? De weeffout uit, wat was het, 47 verhaal? 44. 44. Nou ja, we hebben mondiaal geen mechanisme met elkaar afgesproken. Iedereen gooit zijn troep maar over de grenzen en dat doen wij in Nederland ook. Wij gaan ervan uit, sinds jaar en dag, dat onze pensioenen ergens in de wereld belegd worden. Dat kan niet anders betekenen dat wij ervan uitgaan dat anderen bereid zijn schulden te aanvaarden. En dat kan je alleen maar weer goed maken als er voldoende evenwicht is, als er voldoende mondiaal perspectief is op groei, op nieuwe productie. Okay, we hebben en dat is waar het elke keer fout dreigt te gaan. Dat was het verhaal van de eurocrisis. Dat is het verhaal van Japan. En die situatie wordt er eerlijk, als je naar de komende 10, 15 jaar kijkt, wordt er niet beter. Slechter op dan beter. En dat willen we niet onder ogen zien. Dat lossen we niet op. Dat doen we niet in Europa. En dat doen we al helemaal niet mondiaal. Nee, sterker nog, wil jij... Nou ja, ik wou misschien toch even tegen dit toch wat vrij pessimistische scenario wat hier geschetst wordt, toch ook iets positievers dan tegenoverstellen. Want als je naar Nederland kijkt, nou, als je naar Nederland kijkt, dan zie je toch dat we echt een flink aantal jaren achter elkaar nu groei zien. Ik ben het wel eens met je dat inhaalgroei is nog steeds. Maar het is wel groei. En als je kijkt naar de schulden, in elk geval in Nederland, de staatsschuld, die daalt alleen maar weer. In Europa verder is dat wat minder het geval. Dus dat is misschien reden voor zorg. Maar als je alleen naar Nederland kijkt, nou, dan vraag ik me af of dat hele Japan-scenario wel zo direct toepasbaar is. Maar je ziet nu het belangrijkste probleem wat ik heb met het scenario. En dit is niet een voorspelling op een scenario. Het is een analyse van hoe passen economieën zich aan als die rentes extreem laag zijn. In een geldeconomie kan het niet zo zijn dat rentes op spaargeld en op obligaties heel ver beneden de nul komen. Want dan gaan mensen geld van de bank halen en het in een matras stoppen. Het financiële systeem werkt niet meer met negatieve rentes. En daarom kunnen centrale banken niet zo heel laag gaan. Het gevolg hiervan is dat als we nou in de wereld heel veel proberen te sparen en weinig te investeren, dat leidt tot vraagproblemen, het leidt tot lage inflatie en dat soort zaken. Nou, nu kan je wel herstellen. Dus dat zien we nu ook. Je kan herstellen doordat de inkomen stijgen. Je kan herstellen doordat er vermogenseffecten zijn op de consumptie. Omdat we met z'n allen optimistisch zijn. Dus dan gaat die effectieve vraag in de economie omhoog. Maar op het moment dat het weer terug zou vallen en de rentes zijn nog steeds zo extreem laag, dus is het weer lijden in last. De centrale bank kan niks uitrichten. En het macro-economisch aanpassingsmechanisme van die rentes is nu stuk. Normaal gesproken zou de rente gaan dalen bij een tegenslag, maar dat kan niet meer. Dus dat is mijn grootste zorg. Het is niet dat we nu niet groeien. Het is niet dat het nu niet best redelijk gaat. Het is dat nog steeds het macro-economisch aanpassingsmechanisme, wat in 2008 stuk is gegaan, nog steeds stuk is. En dat is mijn grootste zorg. Ik kijk even naar de zaal. Kunnen we dit aan qua niveau? Rentes dalen, ja? Ik ga even naar Ed Groot, onder meer van het Financieel Dagblad. Echt twee vragen. Dit is ook een beetje het verhaal van Ben Bernanke, hè, die Global Savings Glut, die overschot aan besparingen. Die zegt zelf in een essay van nou, eigenlijk sinds die crisis is er wel een aanpassing gaande. Kijk maar naar het Chinese overschot, dat neemt flink af. Je ziet dat in meer landen. Het is eigenlijk alleen een beetje Duitsland wat wel nog steeds zijn overschotten ophoopt. Nou ja, daar even een reflectie op. En een tweede, als het zo is hè, dat die rente niet ver onder nul kan, dan is een oplossing die Larry Summers aandraagt om de inflatie op te krikken naar 4-5. Zou je dat hier willen bepleiten? Zeker. Dat laatste volmondig ja. Want in een normale economische neergang moet de centrale bank de rente met een procentje of 3 of in die orde van grootte kunnen verlagen. Nou, als de reële voor inflatie gecorrigeerde rente onder nul ligt, dan moet je echt met die nominale rente, dus niet voor inflatie gecorrigeerde rente, moet je rond de 4-5% zitten. En dit is ook wat ik bepleit in een essay wat ik vorige week in ESB heb geschreven. Dan je eerste vraag van, ja, is er niet al een bepaalde rebalancing, een soort herschikking van de vermogensposities aan de gang? Ik denk dat als ik naar de overschotten kijk van Nederland en Duitsland, dat dat tegenvalt. Als ik kijk, ik focus even op Nederland. De private schulden zijn in de grote recessie groter geworden. Die zitten niet zozeer. De huishoudenschulden zijn min of meer constant gebleven. Bedrijfsschulden zijn toegenomen. De overheidsschulden zijn inderdaad wat gedaald.
Maar eigenlijk waren de overheidsschulden nooit het probleem in Nederland. Het waren juist die hoge hypotheekschulden en problemen met banken en dat soort zaken. Dus we hebben een beetje het verkeerde probleem zitten oplossen met de grote crisis. Die hoge private schulden zijn nog steeds een issue, denk ik, in Nederland. En als je wereldwijd kijkt, Europa, private schulden zijn nog steeds relatief hoog. Weinige deleveraging heeft plaatsgevonden. Dat zet volgens mij gewoon nog druk op de reële rentes. En ik denk dat we, als er zoveel mensen zijn, en dit is iets wat ik val Kees nu bij. Als er zoveel mensen zijn die tegelijkertijd vermogen willen opbouwen, dan zegt dubbel boekhouden, macro-economisch boekhouden, heel veel mensen die bezit willen hebben, betekent dat er ook heel veel mensen zijn die schuld of verplichtingen opbouwen. En zolang wij in onze economische politiek voortdurend denken dat het alleen maar goed is om bezit op te bouwen, iedereen moet sparen, overheid moet sparen, huishoudens moeten sparen, hypotheken afgelost, buffers moeten hersteld, pensioenfondsen moeten gevuld. Als iedereen spaart, betekent het dat we andere mensen dus in schulden drukken. En als wereld kan je niet een mondiaal spaaroverschot hebben, maar ook als Europa is het ook heel moeilijk om een Europees, we proberen het nu wel, je ziet dat het overschot op de lopende rekening in Europa behoorlijk groot is. Dat leidt vast tot toestanden met Trump later. Maar het is een kwestie van dubbel boekhouden wat men in dit deel van de wereld niet wil snappen. De verplichting van de een is de bezitting van de ander. Zolang er op de maan geen schuldpapier wordt uitgegeven. Precies, zolang we onze exportoverschotten niet kunnen verkopen aan de marsmannetjes en die marsmannetjes dat betalen met leningen van ons, werkt dit soort economisch beleid niet. We hebben die historie geschetst. We hebben de hele breedte. Nou ja, van het is een mondiaal probleem waar we met z'n allen in zitten. Maar vandaag keken we naar een koets. En die reed door Den Haag. En we gaan even naar de volgende vraag. Ik trek jullie even helemaal terug naar een heel ander niveau en naar Nederland. Pak je telefoon er weer bij. Dan schakelen we even tussen de schermen. We gaan naar het volgende plaatje. Sophie, wat is dit? Kijk hier even heel goed naar. Wat zien wij hier? En dan kan je de volgende vraag, Sophie. Ja, wat is dat dan? Start question 4. Dat zagen we zojuist. Wat moet je dan doen dan? Dat zijn, nu komt hij, ja sorry een beetje. Wat zijn dat? Boxplot? Schattingen van de inflatie of vruchtbaarheidscijfers? Nou, dat zit best goed. De nieuwe manier van het CPB om koopkracht weer te geven. Zijn we toch helemaal van Bretton Woods weer gewoon terug bij de koopkracht. Heel even toch ook die koopkrachtcijfers. Wat zijn nou de volgende vraag, Sophie? Wat is nou eigenlijk de koopkracht van de minima? Gemiddeld hebben we kunnen lezen 1,5% met z'n allen. Hoeveel gaat de onderste 20% huishoudens erop vooruit? Is dat 1, 1,5 of 2%? Ook daar zitten jullie redelijk goed. Wie wil hierop reageren? Panel. Koopkrachtcijfers. Ja, ik weet het. Economen zeggen altijd, wil daar alsjeblieft niet over hebben, want het zegt helemaal niks. En, mag deze econoom daar wat tegengas geven? Want die koopkrachtplaatjes die laten één heel belangrijk ding zien. Namelijk wat de overheid neemt of uitdeelt. Wat de overheid neemt van welke mensen en geeft aan andere mensen. Wat voor dingen ze doet in een aantal voorzieningen. En dat is essentiële politieke informatie. Dus en die kan je niet onder het tapijt vegen. Namelijk, het geeft beeld in de verdelingseffecten van het overheidsbeleid. En wat is dat beeld? Ja, de werkelijke koopkracht van mensen wordt door veel meer andere dingen bepaald dan alleen wat de overheid doet. Dus of mensen carrière maken of niet, of dat ze werkloos worden of een baan veranderen. Dus dat zit er allemaal niet in. Maar het laat zien wat de effecten zijn van het overheidsbeleid. En dat is essentiële politieke informatie. Maar dan wil ik er wel bij zeggen dat volgens mij een groot deel van de koopkrachtstijging, dat is niet zozeer voor de minima, maar voor de andere groepen, die komt vooral uit loonontwikkeling. En niet zozeer uit het beleid van het kabinet. Want dat is nu eigenlijk een beetje de vraag. Maakt het kabinet mooie sier met stijgende lonen? Terwijl het in het beleid wat ze voeren niet direct terug te zien zou zijn. Nou, misschien is dat zelfs meteen maar de volgende vraag. Dank voor het bruggetje, Anna. Want eigenlijk is dus de vraag, jij zegt het komt vooral uit de loonontwikkeling. Want gaan we nou met z'n allen meer of minder belasting betalen? Hè? De koopkracht gaat vooruit. Gaan we dan, hoe komt dat? Gaan we meer belasting betalen, minder? Wat denken jullie? Ja, nou, weer te laat. Nu wordt het complex, toch? Hè?
Kees, kun je dat toelichten? Hier op tijd niet gewoon woord. Ja, nee, het is per saldo zo. Ja, gaan we meer belasting betalen? Ja, daar heeft het Centraal Planbureau een mooi begrip voor. Dat heet de beleidsmatige lastenontwikkeling, de BLO. Dus die kijkt van jaar op jaar hoe de belastingdruk voor huishoudens zich ontwikkelt. En daaruit blijkt dat in 2019 gaan we meer belasting betalen dan het jaar daarvoor. Dus dat betekent inderdaad dat de koopkrachtvooruitgang die je net liet zien, die is een beetje verschillend voor verschillende groepen, maar die is inderdaad hoofdzakelijk, niet helemaal, maar wel hoofdzakelijk gevolg van de autonome ontwikkeling in de samenleving. Lonen gaan omhoog, mensen, bedrijven, ondernemers kunnen een groter deel naar zich toe halen van de winst van de onderneming, ZZP'ers, etc. Kan je dan ook zeggen, die is dus in grote mate conjunctureel? Dat is natuurlijk zo. Dat is natuurlijk zo. Maar Bas heeft wel heel erg gelijk met dat punt van die koopkracht. Daar heb ik al 20 jaar bezwaar tegen hoe daarmee omgegaan wordt. Want je hebt eigenlijk twee verkeerde kampen. De eerste verkeerde kamp zijn de meeste politici die zeggen, wij veroorzaken dit. Nou, dat is niet waar. En het andere kamp, dat is zeg maar Frits Wester en consorten die zeggen, dit gaat helemaal nergens over. Dat is ook niet waar. Dus je moet koopkrachtcijfers precies zien zoals ze bedoeld zijn. Het gaat om de invloed die de overheid heeft met geven en nemen, met belastingen, met toeslagen, met uitkeringen, met het hele instrumentarium. Daar geeft de overheid inzicht mee met koopkrachtcijfers wat er gebeurt. En dat is belangrijk. In die koopkrachtcijfers zitten ook de loonontwikkeling, dus ze laten helemaal niet alleen de invloed van. Nee, maar dat kan natuurlijk niet anders. Anders krijg je een abstract idee. Dus je moet natuurlijk wel met bepaalde groepen komen. En dan zeg je van, nou, wat zou er gemiddeld genomen in de samenleving kunnen gebeuren? Hoe ziet het economisch plaatje eruit? Daar wil een kabinet wellicht ook rekening mee houden. Wat gebeurt er sowieso in de markt, in de samenleving? Hoe ontwikkelt de economie zich? En wat kunnen we verwachten op het gebied van lonen en inkomens? En vervolgens ga je met het hele belasting- en premiesinstrumentarium, gaat het kabinet in de zomer, en dan hebben ze ook nog een boodschap van het regeerakkoord, en dat speelt hier een rol. Het regeerakkoord zegt lastenverzwaring, en ze hebben nu een beetje lopen aanpassen afgelopen zomer, waardoor het net allemaal iets mooier wordt. Maar volgens dat speelt dan met name met de toeslagen. Want ik kan het verkeerd hebben hoor, maar in het CEP van maart, daar stond nog voor het lastenbeeld voor de gezinnen, stond een lastenverlichting van 0,9 miljard. En nu, vandaag, daarom was ik ook een beetje verrast eigenlijk. We gaan de details zien. Ik kijk even. Toen ik de miljoenennota zag. En ik ben vandaag het land in geweest om een presentatie te geven, direct na de troonrede. En dan moesten we iets laten zien van, dit verwachten wij aan de hand van het regeerakkoord, wat we gaan zien qua beleid. En baseerden we ons op die CEP. En dus mijn verbazing was groot toen ik in die miljoenennota, nee, het was de MEF waar ik het zag. Ja. Ineens een lastenverzwaring van het CPB. Ja, van 0,8 miljard. En eerst was het verlichting zijn. En toen bleek het een verzwaring. Voor bedrijven was het zo dat er al een verzwaring aankwam van 3,4 miljard. Of 3,2. En nu is dat 4,4. Dus voor beide beelden, zowel voor gezinnen als bedrijven, hebben we te maken met een lastenverzwaring. En in eerste instantie was het voor gezinnen, zou het nog een verlichting zijn. En Kees zoekt het meteen even op. Ja, ik heb het hier staan. Ja. Wim Suiker van het Centraal Planbureau zit hier in de zaal. Die kan vast ons precies uitleggen hoe dit nou kan. Wat stond er in de CEP? Gaan we even het CPB erbij aan. Wat is er gebeurd? Oh, de koopkrachtcollega. De afdeling koopkracht is ook aanwezig, dames en heren. Hoi, Marente. Marente en de achternaam? Vlekken. Nou, ik denk dat Wim het lastengedeelte eigenlijk nog het beste kan uitleggen. Het is een hogere zorg-ZVW-premie. Ja. En dat vroeg ik mij af. In de CEP stond nog een loon- en inkomstenverlichting van 5 miljard. En nu was het maar 4. Dus ik vroeg me af waar dat verschil uitkomt. Dat heb ik niet helemaal. Dat is voor bedrijven. Nee, voor gezinnen was dit. Gaat hij vanavond later even uitzoeken. Ik geloof ook dat de Raad van State allerlei kritische noten. Ik kon het namelijk ook nergens terugvinden, die verklaring daarvoor in de MEF of wat dan ook. Marente. Bedoel je de beleidsmatige lastenontwikkeling of de totale lastenontwikkeling? Want er is dat een strikvraag? Als mensen namelijk meer gaan werken en ze gaan meer loon verdienen, gaan ze ook meer lasten afdragen. Dus totale lastenontwikkeling kan daardoor best stijgen. En dat kan best gepaard gaan met een koopkrachtstijging. Ja, dit ging niet zozeer om koopkrachtstijging. Dit ging echt om het lastenbeeld voor gezinnen. Weten jullie nog waar we het over hebben? Ja? Ja, daar zegt iemand, nee, hoorde ik roepen. Maar nu roept hij ja. Het gaat inderdaad om een relatieve lastenstijging.
stijging. Dus luister ook mensen thuis, dus doe hem nog even in de microfoon. Gaat het om een relatieve lastenstijging in dit geval? Of is het alleen in absolute zin? Dit is absolute zin. En dat is namelijk, tenminste als ik het goed heb begrepen, dat is namelijk een van mijn ergernissen hieromtrent. Dat ook in de miljoenennota vindt een soort gegoochel plaats tussen lastendruk ten opzichte van het basispad. En als je, zoekt in de miljoenennota op lastenverzwaring, krijg je 2 hits. Op lastenverlichting krijg je er 9. Terwijl we per saldo gewoon te maken hebben met lastenverzwaring het komend jaar. Het is helemaal Google geoptimaliseerd. Ik vind het in die zin een beetje gek, omdat het naar mijn mening heel onduidelijk gecommuniceerd wordt. Wij hebben met het economisch bureau... Ja, maar daar zijn reden voor. Ja, maar wij zeiden met het economisch bureau, probeerden we hier dus achter te komen om dat beeld helder te krijgen voor de presentatie. Nou, er zitten best slimme mensen bij ons. En wij kwamen er al bijna niet uit. Maar Bas heeft het antwoord. Maar nu is er ook discussie over. Hoe kan dat? Dat is toch gek? Maar je hebt het ook nog ingewikkelder gemaakt. Want je hebt een raming van een half jaar geleden erbij gehaald. En je hebt helemaal gelijk. Wat het kabinet doet, is zet haar eigen beleid af ten opzichte van een basispad, waarin al het beleid van de vorige kabinetten al zat. En er zat gewoon heel veel lastenverzwaring in het basispad. En die maken ze nu minder groot. Maar uiteindelijk is de hoeveelheid lastenverlichting onvoldoende om de lastenverzwaring in het basispad te compenseren. Volgt u mij nog? Waardoor uiteindelijk de belastingen toch omhoog gaan. Ja. En dat is natuurlijk een... Waarom gebeurt dit? Het is natuurlijk een vervelende politieke boodschap. Namelijk, uiteindelijk gaan we toch een paar miljard meer belasting betalen met z'n allen. Terwijl Rutte, ik weet niet hoe vaak heeft gezegd, de Nederlander moet het in zijn portemonnee gaan voelen. Lastenverlichting. En voor bedrijven. Want ik stond dus voor een zaal ondernemers en ik vroeg ze even als pijlvraag van... Denkt u dat u er in de miljoenennota 2019 op vooruit gaat? Of achteruit? Nou, heel voorzichtig waren ze toch wel, dachten ze dat ze er op vooruit zouden gaan. Toen zei ik, nou nee, kijk maar. Toen dacht ik nog 3,4 miljard, maar het is dus 4,4 miljard lastenverzwaring. Ja, maar ze gaan er misschien wel wat op vooruit, doordat de lonen en de winsten stijgen. Ja, die maar niet met het beleid te maken hebben. Dat is misschien hun bedrijf. Ja. Maar ik vroeg, gaan ondernemers er in de miljoenennota op vooruit? Oké. Dus... Laat ik er 1 zin voorlezen, of 2. Dan, dat is in ieder geval wat ik hier lees van de MEF, van het Centraal Planbureau. Pagina 61. Ja. Zowel gezinnen als bedrijven zien in 2019 een lastenverzwaring bij belastingen en premies. De totale beleidsmatige lastenverzwaring bij belastingen en premies in 2019 betreft 5,3 miljard euro. Voor gezinnen gaat het om een lastenverzwaring bij premies en belastingen van per saldo 0,8 miljard euro... En het andere deel is voor bedrijven, dat is 4,4. Dat is het, en dat is volgens dat is de belangrijkste maat, want daar heb je, ik bedoel dat de economie groeit en dat je per saldo dan in absolute zin dat de overheid meer belastingopbrengsten binnen heeft, dat is niet relevant vanuit het individuele perspectief en ook niet vanuit het politieke perspectief, wat besluit je over tarieven. En dat is gevangen, en daarom is dit een heel belangrijk begrip, beleidsmatige lastenontwikkeling. Daar vang je de effecten van politieke besluitvorming. Dat wat de politiek doet. Dus ik zit hier gewoon maar even het Centraal Planbureau, dat heb ik volgens mij correct gedaan. Maar dat wordt koortsachtig nog. Dit kun je dus... Moet er nog iets aangevuld worden door het planbureau? Of? Het is goed. Maar Esther, het punt is, dit is dus uit de miljoenennota ongeveer niet te halen. Want daar is het dus vooral een soort... lastenverlichting, verhaal. Wat... Ze schrijven het nergens zo op, hoor. Maar Kees heeft het te pakken gekregen. Het is heel goed dat we het CPB hebben. Ja, in de MEF. Ja, okay. Dat is waar. Het valt niet mee dus om te begrijpen wat er echt aan de hand is. Er gaat nog, de hoofdredacteur van ESB wil daar nog even een plasje over doen. Ja, ik kom net toe. Zeg even hier. Ja, ik ben dus Jasper. En misschien ben ik nu de draad kwijt. Dus het kan aan mij liggen. Maar ik was in de veronderstelling, maar misschien... help je hem nu even uit de droom dat, wat Bas ook beschrijft... dat er veel lastenverzwaring in het, al in het basispad zat... en dat de overheid per saldo had besloten om in 2019... ten opzichte van dat basispad wat te verlichten. Ja. Nu leest Kees een paragraaf voor en die lijkt... je noemt het de beleidsmatige lastenimpuls. Dat is het nette resultaat van beiden. Dus dat is niet... Terwijl de beleidsmatige, zou ik zeggen, is ten opzichte van het basispad. Maar jongens, laten we dat basispad even weg. Jasper, dit is dus de discussie die wij ook in augustus met het CPB hebben gevoerd... en waar we nauwelijks uitkwamen. En dan denk ik, hoe is het mogelijk? Hoe kan dat nou? Als wij er al niet uitkomen, hoe moeten dan de media, de journalisten,
Laat staan de gewone burger hier uitkomen. De hoofdredacteur van ESB. Als de hoofdredacteur van ESB het niet meer kan volgen, dan gaat er iets mis. Maar we kunnen concluderen dat de lasten verzwaard worden. Uiteindelijk. Dat zowel denken we. Voor, dat denken we nu. Ja, kijk, nou, als iemand daar voor het eind van deze avond toch nog een andere conclusie over heeft. Ik zie daar het CPB nee knikken. Dat zal toch niet zo zijn? Nee? Ja, geen verzwaring? Ja, nee. Ik laat hem niet los voordat we naar de volgende hele overgesimplificeerde quizvraag gaan. Sorry hoor, maar er is een, inderdaad bij de belastingen een lastenverzwaring. En dat staat in de tabel en die las je voor. Maar dat is niet het hele verhaal. Er is nog iets, een belastingen is een bepaald begrip. Er zijn ook toeslagen en zorgpremies. En die moet je er ook in beschouwing nemen. Daarvoor hebben we nu een nieuwe tabel geïntroduceerd in de macro-economische verkenningen. Als je die bij elkaar neemt, dan heb je zoiets van, ik noem het maar, de door gezinnen ervaren lastenverlichting. Want of het nou een lastenverlichting is door de inkomstenbelasting of doordat je een hogere zorgpremie krijgt, een zorgtoeslag krijgt, dan maakt de gemiddelde Nederlander niets uit. Dus die twee moet je bij elkaar nemen. En daardoor, als je die bij elkaar neemt, dan heb je, is er sprake van een door, zeg maar, door huishoudens ervaren lastenontwikkeling. Niet ontwikkeling, een lasten. Verlichting. Dat kan ook niet anders, want anders zou, even heel simpel gezegd, zou de koopkracht niet harder kunnen stijgen dan reële lonen. Als de reële lonen harder stijgen dan de koopkracht, dan is per definitie sprake van een lastenverlichting. Ja, maar ik ben het helemaal met u eens. Maar waarom staat het zo onduidelijk in al die stukken? Daar begrijp ik niks van. Maar ik ben nu de kluts kwijt. Want nu is het ineens weer terug naar lastenverlichting dus. Eén ding. In de miljoenennota wordt inderdaad vaak gesproken over, en dat staat er heel subtiel, de effecten van het regeerakkoord. De effecten van het regeerakkoord is inderdaad niet het hele verhaal. Dus als je de miljoenennota leest, dan moet je dat in de gaten houden. En dan was net Jasper met zijn basispad. Dat je die erbij in de gaten moet nemen. Maar dus elke keer dat er staat de effecten van het regeerakkoord, wat moeten we daar dan eigenlijk lezen? Ja, dat inderdaad zeg maar partieel klopt. Er staat geen onzin in, hè? Dat zou ik echt niet durven beweren. Ik geloof ook helemaal dat het allemaal klopt. Ik vind het alleen heel erg heel even voor moeilijk de om dit hele even beeld te krijgen. Ik ga jullie misbruiken. Even voor de Nederlandici. Dus nu toch voor de lastverzwaring voor de burgers. Dat is een verlichting. Die hebben een verlichting volgens CPW. En bedrijven? Bedrijven krijgen een lastenverzwaring. Dat is voor een deel ook als gevolg van eerdere besluiten. Dus als je gewoon het plaatje wil snappen, wat gebeurt er in belasting, premietarief en terechte correctie, daar voeg ik dan ook de toeslagen aan toe. Ja. Maar bij bedrijven speelt bijvoorbeeld ook het werkloosheidspakket van 2016 nog van Lodewijk Asscher. Bedrijven gaan wat meer AWW-premie betalen vanaf dit jaar. Dat krijgen ze ook op een bord. Ja. Dat moet je eigenlijk allemaal meenemen. Okay. Dat is allemaal wat beleidsmatig en dit jaar verandert. Of het nou de miljoenennota is, of van eerdere besluitvorming van het regeerakkoord. Of zelfs dingen die doorlopen. Denk aan de trendmatige daling van het marginaal tarief voor tegen de hypotheekrente. Ja, dat gaat ook dit jaar door. Telt allemaal mee. Dus dat is het pakketje wat vanuit de politiek op burgers afkomt, wat daadwerkelijk verandert. Ja, en wat natuurlijk, en dat herken ik heel erg uit mijn politieke tijd, speelt bij uitgaven ook. Hè, ik kreeg af en toe ook nog wel eens een miljoenennota voor mijn neus, eentje 20 jaar geleden herinner ik me. Toen was het echt bar en boos, waar alleen extra gelden in beeld gebracht. Hè. Dus het kabinet, tweede paarse kabinet, die zei, nou wij gaan echt, want dat was de periode van publieke armoede, private rijkdom, gigantisch hoge groei. En het kabinet zei, nou wij gaan 15 miljard euro extra uitgeven in zorg en onderwijs, et cetera. Terwijl als je de onderliggende cijfers ziet, wat verandert er eigenlijk? Zat er een enorm bezuinigingspakket achter. Het saldo was nou in de buurt van nul. Dat komt in de buurt van misleiding.
Zo heb ik het toen ook genoemd. Zo kan je niet omgaan, want je geeft een perspectief dat er grote keuzes zijn gemaakt. Terwijl per saldo schiet die publieke schoot, die publieke sector op dat moment geen moer meer op. Dus je hebt, vind ik, als kabinet altijd de taak om hier het hele plaatje te laten zien. Plussen en minnen, of het nou jouw beleid is, of beleid van je voorgangers, of beleid van de vorig jaar wat doorloopt, dan creëer je het heldere plaatje. Ja, als en dat we het er in de balie hier eerst een half uur over moeten hebben om te snappen, dan hebben ze echt iets verkeerd gedaan, gelukkig toch? Is er dus een Centraal Planbureau die dat, die ordentelijkheid wel in beeld brengt. En daarom is die beleidsmatige lastenontwikkeling ook eens even lastig om het goed te snappen. Maar het is dus een heel belangrijk begrip en een anker voor allen om te snappen wat gebeurt er nu eigenlijk in dat totaalpakket van belasting en premiesfeer. Oké, we willen ook naar jouw film zo meteen. Maar eerst even nog twee quizvragen. Want dit alles, we gaan het dan natuurlijk al snel hebben over tekorten en overschotten en zo. Op de begroting is 1% overschot, kan ik jullie al vertellen, hebben jullie allemaal al gehoord. Maar hoe zit het nou uiteindelijk? Ja, kunnen we naar de volgende vraag? Het structurele emersaldo. Bas, leg even uit waarom het structurele emersaldo wat anders is dan het gewone. Geven ze nou meer uit of dan ze het binnenkrijgen of niet? Nou, de economie kan het goed doen, zoals nu. En dan heb je meer belastinginkomsten dan structureel. Heb je wat minder uitgaven aan uitkeringen, bijvoorbeeld voor werklozen. Maar als het slecht gaat, dan heb je ineens meer uitgaven en uitkeringen en minder belastinginkomsten. Het structurele saldo probeert eigenlijk het feitelijke saldo voor die conjunctuur op te schonen, zodat die tijdelijke mee- en tegenvallers eruit gefilterd worden. Nou, die correctie is heel imperfect. Dan moet je allerlei ingewikkelde berekeningen maken die heel onzeker zijn. Maar het probeert een beeld te geven van wat gaat er nu onderliggend gebeuren met het begrotingssaldo als je de meewind van de economie eruit haalt. En die verslechtert flink, ligt een beetje aan hoe ver je teruggaat ook. Hè? Maar 2016 was nog 0,8 in de plus, geloof ik. Hmm. Vorig jaar 0,2, nu gaat hij naar min 0,4. Dus dat is het, of het tekort wordt 0,4. Dus structureel, als we die conjunctuur eruit slopen, verslechtert het. Ja. Okay. Volgende vraag gaat dan even over die inflatie en lonen. Hoe gaat het daar dan mee? Weet je ook bij wat Bas net zei, hè? De inflatie en de contractloonstijging. En let op, in die volgorde, dus eerst inflatie, dan in contract. Wat denk je nou? Ja, dat is natuurlijk een beetje zoeken en gokken. Hier heb ik jullie iets meer tijd gegeven. Vooral inflatie is toch belangrijk, gegeven waar jullie mee begonnen. Ja, 2,5% inflatie volgens de MEF en 2,9 contractloonstijging. Waarom is dat belangrijk, Anna? Waarom is dat belangrijk? Ja. De inflatie of de contractlonen? Of nou, de, ja, nou, laat ik het anders aan Bas. Bas begint zijn verhaal met: ik maak me zorgen als er een Japans scenario is. Mm-hmm. Dan hebben we dit nodig, inflatie en loonstijgingen. Maar die inflatie die is met name opgepookt doordat de BTW volgend jaar van 6 naar 9% gaat voor de laagbelaste goederen. En daardoor gaat die inflatie in één keer omhoog. Maar die loopt er in de jaren daarna weer uit. Ja, dat is eenmalig. Uit een vorige raming van het CPB, CEP, waar Anna net ook al aan verwerkt, valt hij weer terug naar iets van 1,7% of zo. Dus in 2020. Nou, dat is nog ruim beneden die 2%. En dus dat suggereert dat die inflatie maar moeilijk naar echt op die 2% komt. En die lonen, daar waarschuwt het CPB, ik geloof wel 2 of 3 keer voor in de doorrekeningen. Dat is de drijvende kracht achter onze koopkrachtverbetering. Door die loongroei gaan we er volgend jaar zoiets als 1,5% doorsnee vooruit. En het CPB waarschuwt wel een keer of 2, 3 dat heel onzeker is. En dat het misschien ook wel eens tegen kan vallen. Want we zien al een tijdje dat het iedere keer toch een beetje lager de loonstijging is dan we van tevoren dachten. En als dat zo is, dan kan dat ook weer een teken zijn van dat die economie niet goed functioneert. En dat kan weer te maken hebben met dat verhaal waar ik mee begon. Het CPB heeft wel geoefend op niet te veel knikken. Ik zat naar body language te zoeken van ja, inderdaad jongens, let nou op, want het gaat helemaal niet gebeuren. Maar Marente, jij raamt zowel de inflatie als de koopkracht, ja Marente? We raamt inderdaad inflatie en de koopkracht. En mijn collega raamt de lonen. En
we gaan in ieder geval vanuit dat in de loononderhandelingen de inflatie ook wordt meegenomen. Dus de inflatieraming ook een belangrijk onderdeel is van de loononderhandelingen. Maar wat we inderdaad zien is dat wij telkens tegenvallende realisaties binnenkrijgen. Dus dat de onderhandelde contractloonstijgingen altijd minder hard stijgen dan wij denken. En daar hebben we vooralsnog slechts vermoedens over hoe dat komt en nog geen echte verklaringen. Maar dat is ook onderzoek waar wij momenteel... Wat is de top 3 vermoedens? Top 1 zou ik zeggen is dat men vooral onderhandelt over secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat is top 1 vermoeden. Tweede reden is dat we toch uit een hele lange, bijzondere recessie komen. En dat men nog een beetje schuchter. Nog een beetje murf in de hoek ligt. Maar vooralsnog, dit zijn nog vermoedens. Maar mijn collega's zijn bezig met onderzoek hierover. Ja, dus, Esther, wij zien dat ook een beetje bij bedrijven. Dat de bedrijfswinsten nog heel erg ook aan het herstellen zijn geweest. En dat er in die zin lange tijd in elk geval nog niet heel veel ruimte is geweest om echte grote loonsverhogingen door te voeren. En als je ook kijkt naar de winstgevendheid, zeker de wat kleinere bedrijven, die komen nu echt allemaal weer een beetje boven water. Maar het is niet, ook als je kijkt naar de marges, dan is dat niet in historisch perspectief heel erg hoog. Dit is eigenlijk vrij gemiddeld. En we zien wel wat ruimte nu voor loonsverhoging, maar volgens mij heeft de FNV een looneis van 5% of zo neergelegd. Kijk, dat zijn nog stemmen. Daar zien wij dan weer niet helemaal. Volgens mij hebben we vandaag nog een... Als je zegt wij zien dat niet, nou, ING bedoel dan ik dan, het economisch bureau. Ja, nee, dat dan, snap ik. Dan zien we daar geen ruimte voor. Die praten met die ondernemers of hoe zie je dat? Ja, er zijn een aantal manieren om daar naar te kijken, maar vandaag bijvoorbeeld hebben wij volgens mij, ik zag het persbericht, ik was zelf niet vandaag op het EB, maar dat er 3,5% ruimte voor loonsstijging zou kunnen zijn. Dat daar ruimte voor kan. Dus dat is eigenlijk iets hoger dan... Kees, we kunnen nu naar jouw film zien. Of we kunnen eerst naar quizvraag over de arbeidsinkomensquote. Het lijkt me wel verstandig, want dat is een groot probleem. Die is te laag en dat gaat precies over... Ja. Met Klaas Knot zeggen wij hier, de lonen moeten omhoog. Dus laat die IQ maar komen. Eerst de volgende quizvraag. Bas, geef even college arbeidsinkomensquote. Het is een deel van het nationale inkomen dat we met z'n allen verdienen, dat door arbeid wordt verdiend. Ja, en het complement daarvan is wat er naar de winsten en rente en pacht en dat soort dingen gaat. Stijgt. Nou, we bidden geloof ik al jaren met z'n allen om een stijging. En hij stijgt zowaar. Kees, genoeg? Nou, kijk, voor een gezonde economie heb je volgens mij een IQ nodig in de orde van 80. En we komen van heel ver. Fijn dat hij een klein beetje stijgt, maar dit is nog niet voldoende. Ja. En dat heeft dus als consequentie dat we hier in Nederland een structurele onderbesteding hebben. En dan kom ik er terug op het verhaal van toen straks. Dat betekent dus dat we onze spaaroverschotten blijven exporteren. En dat gaat met grote klappen tegelijk. De Duitsers hebben hetzelfde trucje ontdekt in 2002. Die zijn het Nederlandse model gaan nadoen. Nog één keer voor de mensen die het vergeten zijn. Waarom is het erg om je spaaroverschotten te exporteren? Wat doe je dan eigenlijk? Dat betekent dat je duurzaam verwacht dat elders in de wereld schulden zich ophopen. En dat anderen die schulden dus gaan omzetten in productieve investeringen. En dat mag je best een tijd doen. Ik bedoel, dat is op zich een sound game. Als je maar tegelijkertijd in de wereldgemeenschap een mechanisme hebt waarbij je al die evenwichten weer een beetje met elkaar in overeenstemming bent. En dat is wat er structureel niet. En dat is wat er structureel niet gebeurt juist. En dat is het probleem. En dat speelt ook in Europa. Je hebt nu in Brussel, na vele jaren, is er een heel klein muizenstapje gezet. We gaan nu kijken naar de macro-economische onevenwichtigheden in de eurozone. Nou, dat moet dan ergens toe leiden. Dat is onduidelijk wat die procedure precies gaat behelzen. Maar iedereen loopt eigenlijk om deze olifant in de kamer heen. Met name een land als Duitsland. Zit in hetzelfde schuitje als Nederland sinds 2003, sinds 2004. Dus dat betekent dat andere landen ook binnen de eurozone die schulden moeten absorberen. En je ziet wat er na 2008 misgaat als je dat niet een keer adresseert. Dat dan is structureel niet houdbaar. Dan krijgen we steeds crisis om het te corrigeren. Hier gaan de handen de lucht in, ja. Mijn vraag is dat... Zegt u even wie u bent voor degene die het niet weet. En ik CBS geweest. Maar is dit niet een pleidooi voor een wisselkoersaanpassing? Want er zijn die hoge overschotten en die vragen om een wisselkoersaanpassing. U zegt zelfs om de euro dan op te geven? Ik laat het even aan de heer Vendrik over voor ik een college ga geven. Nou ja, dat is dus zeer. Maar dat is een uitkomst. Dat hadden ze in de jaren 90 bij de komst van de euro en het opzetten van deze muntunie toch echt goed moeten bedenken. Dat dit soort divergentie en structurele onevenwichtigheden. Ja, dat als je geen wisselkoersaanpassing kan plegen, en dat kan niet in een muntzone, of je blaast hem op.
Ja, dan moet je dus op een andere manier doen. Dan laat je dus als lidstaten van de muntunie laat je de verplichting op om er zelf iets aan te doen. Dat weigert Duitsland. Ja, dan laat je dus een situatie in stand zonder dat je perspectief biedt aan de landen die aan de andere kant van de streep staan. Ja, en dat is in mijn ogen de naïviteit van het Europroject geweest. Dat je daar op geen enkele manier eigenlijk balans in kan brengen. We hebben geen Europese begroting. We hebben eigenlijk nauwelijks een Europese arbeidsmarkt. Voor jongeren begint dat nu wel te komen, maar dat is niet een pan-Europees project geweest. We hebben geen Europese federale macht. We hadden tot voor kort geen lender of last resort in de vorm van een Europese centrale bank. Dus al die instituties waren er niet om dit probleem te adresseren. Dus we zijn hier nog lang niet. Dus vandaar steun voor het pleidooi van Klaas Knot, ook richting Duitsland. Die AIQ moet omhoog. En even Bas, AIQ, ik hoorde Kees zeggen, moet 80 zijn. Een gezonde AIQ of een gezonde economie heeft een arbeidsinkomensquote van 80. Zijn we het daarover eens? Volgens mij kan je dat niet zo zeggen. Je wil dieper weten wat er nu de redenen zijn dat die AIQ verandert. Dus dat er een groter deel van het inkomen naar kapitaal gaat en minder naar arbeid. En naast de verklaringen die er al zijn gegeven, zijn er denk ik nog een paar dingen die spelen. De eerste is dat we zien dat monopoliemacht lijkt steeds belangrijker te worden. Grote bedrijven die marktmacht hebben, zowel op de goederenmarkt. Denk aan de Facebooks en de Googles en noem maar op. Maar ook op de arbeidsmarkt. Daar wordt een groter deel van het inkomen toegeschoven, je zou kunnen zeggen, naar kapitaal. Tweede verklaring is dat in onze eigen arbeidsmarkt, zeg je dus, er worden gewoon meer monopoliewinsten gemaakt. Ja, en dat is voor een econoom is dat slecht. Dus als die stijging van die AIQ komt omdat er meer monopoliewinsten zijn, ja, dat duidt op misallocatie, duidt op verstoring in de economie. Dus dat is niet goed. Een tweede verklaring kan zijn dat vakbonden zich machteloos voelen om hogere looneisen te stellen in een hele flexibele arbeidsmarkt, waarin werkgevers, als het puntje bij paaltje komt, misschien toch liever kiezen voor een flexibele werknemer of voor een ZZP'er. En er zijn een aantal institutionele dingen in de Nederlandse arbeidsmarkt die te maken hebben bijvoorbeeld met de fiscale faciliteiten. Maar die lage AIQ is niet alleen een Nederlands probleem, toch? Niet alleen, nee, maar er zijn al een paar verklaringen genoemd die technologie kan een rol spelen. Volgens mij secular stagnation. Eigenlijk de kapitaalkosten te hoog blijven de loonkosten te laag, of de productiviteit van de arbeid blijft te laag, omdat bedrijven te weinig investeren in kapitaal, in technologie. Dus het kan echt zo zijn dat die rentes eigenlijk te hoog zijn voor een goede arbeidsproductiviteitsgroei. Dus er zijn meerdere redenen waarom die AIQ omlaag is gegaan. Maar je wil weten wat eronder zit. Wat zit er nou aan economisch mechanismen? Wat zit er aan verstoring in de economie? Waardoor die AIQ misschien nu te laag wordt. We gaan naar het filmpje van Kees. Sophie. Oh jee. Kijk nou. Ja, ik. Economics means household management. And the question of how a household should manage its resources is more relevant today than ever. In ancient Greece, when the philosopher Xenophon first coined the term economics, he was literally thinking about the affairs of a single household. But towards the end of his life, he applied the question more widely to the management of his hometown, the city-state of Athens. 2,000 years later, in Scotland, Adam Smith looked to the next level up, the management of the nation as a household, asking what makes the economy of one country thrive while another stagnates. And this question has held sway for the past 200 years. So economic thinking has gone from the household to the city-state to the nation-state. It's time to take the inevitable next step. Ours is the era of the planetary household. And this century, we need some pretty insightful managers to guide our planetary household, ones who are ready to pay attention to the needs of all its inhabitants. Let's get to work. Het is toch een pleidooi voor marsmannetjes die schoolpapieren. Zeker. Waarom heb je dit filmpje uitgekozen? Nou, om twee redenen. De eerste is een beetje flauw. Het is een beetje een plaagstootje. Want ik weet dat het boek van Kate Raworth, dat dit voorjaar uitkwam, bij een aantal zeer gevestigde en gevierde economen tot stoom uit hun oren heeft geleid. Ik vind dat overigens ten onrechte.
Er is een beeld neergezet alsof Kate Rivers zou beweren dat ze allemaal nieuwe dingen heeft bedacht. Volgens mij valt dat allemaal wel mee. Maar ze heeft het wel. Denk je dat die economen zo boos zijn dan? Nou, omdat het beeld had zou kunnen ontstaan. Dat zij iets heel nieuws heeft gedaan. En dan voelen allerlei economen die zich ook met dit type vraagstukken... Ja, hallo, zeg, we zijn al langer bezig. Dat herken ik persoonlijk ook. Ik bedoel, alle debatten over het einde van de groei, over groen, duurzaam. Daar zijn boekenkasten over volgeschreven en dat gaat al vele decennia terug. Dat vind ik eigenlijk niet interessant. Wat ik interessant vind, is dat zij het toch weer op een mooie, nieuwe manier heeft verteld. En dat komt samen in deze boodschap. En volgens mij is dat zowel een boodschap voor bedrijven, banken, politiek, wetenschap, Europa. Je verzint het maar. Wij hebben hier als deze generatie, dat is mijn heilige overtuiging, echt iets te doen. En er is ook geen uitstel. Dit is een zeer serieus vraagstuk. Zij heeft het model van die donut gebruikt om zeg maar, sociale behoeftes en tekorten wereldwijd. En het overschrijden, maar dan ook het echt massief overschrijden van planetaire grenzen, ecologische grenzen wereldwijd, heeft zij in die donut samengevat. Ja, dus de binnenste ring die zegt, dit is toch echt wel minimaal nodig. Dat zijn de sociale opgaven. Maar er is ook een buitenste ring en dan gaat het te ver. Dan vragen we te veel van de planeet. Ja, en wat interessant is, dat is niet haar verzinsel. Dat hebben we namelijk 3 jaar geleden als wereldgemeenschap afgesproken. We zijn naar Parijs geweest met z'n allen. We hebben een vrij stringent klimaatakkoord afgesproken. Dat komt snel. En we hebben ook die Sustainable Development Goals afgesproken. Dat zijn er 17 die aangeven op grote vlakken van het menselijk leven, van het maatschappelijk leven, zijn er allerlei tekorten wereldwijd. En er is een agenda tussen nu en 2030 neergelegd. En wat mij opvalt, ik wil niet flauw doen, want ik snap, een miljoenennota gaat ook vooral over volgend jaar. Maar volgens mij mag een miljoenennota ook gaan over die structurele agenda. Toen ik vorig jaar keek hoe het kabinet het regeerakkoord eruit zag, had ik ook gehoopt dat het over deze structurele agenda gaat. Dat is namelijk niet iets voor over 15, 20 jaar. Dan zijn we namelijk te laat. Laat ik er 1 ding uitpikken. En dat wordt nu heel interessant de komende maanden ook in Nederland. Kijk naar het klimaatvraagstuk. Even hele ruwe cijfers. Er zit nog wat ruis op qua wetenschappelijke inzichten. Maar we hebben vandaag de dag wereldwijd over een uitstoot van CO2 van ongeveer 40 gigaton. Ik laat de andere broeikasgassen laat ik er nog even buiten. 40 gigaton per jaar, dat is heel veel. Als je naar een scenario toe wil van 2 graden, een scenario toe wil van 1,5 graad, dat is wat het akkoord van Parijs ons allen vraagt. Dan zijn er wat marges. Hoeveel is dan het carbonbudget wat we mondiaal nog hebben? Ik ga een beetje in het midden zitten en dan zit je in de orde van 600 gigaton. 600 gedeeld door 40 is 15. Dus dat wil zeggen dat als we op het huidige niveau de uitstoot van CO2 voortzetten, constant de komende 15 jaar, dan is het daarna afgelopen of we halen die 1,5 graad niet meer. Dat betekent dat we eigenlijk ontzettend snel moeten handelen. Christiane Figueras, de voormalig voorzitter van het Klimaatbureau van de Verenigde Naties, de club die akkoorden ook allemaal regelt, die zegt ook daarom voor 2020, dat is over 2 jaar... Dus dat niet deze miljoenennota, maar miljoenennota daarop, moet de wereldgemeenschap een dalende trend inzetten. Dat is nog niet in zicht. Dus we lopen hier echt totaal uit de tijd. En we hebben geen uitstel. Of je zegt, ik neem een wereld van meer dan 2 graden, we zitten nu waarschijnlijk op ruim 3 graden. Dat is echt geen wereld die we willen nalaten. Daar hebben economen ook verstandige dingen over gezegd. Namelijk dat de economische schade van onbeheerste klimaatverandering buitengewoon substantieel is. Dan hebben de groeicijfers waar we het zojuist over hebben hadden, die vallen daarbij en niet bij de schade die dan waarschijnlijk gaat optreden. Nog los even van, want je kan er een boekhoudkundige blik op hebben, dat is altijd fijn. Maar stel je even voor een wereld waar heel Sub-Sahara-Afrika onleefbaar is. Waar 600 miljoen mensen gewoon geen middelen van bestaan meer hebben. Dat heb je al, mogelijk bij 2 graden. Kun je nagaan. Dus ik wil maar zeggen, dit is echt een vraagstuk wat iedereen aangaat. En dat mag je niet alleen bij de overheid neerleggen. Ik vind het ook heel goed dat het kabinet het initiatief heeft genomen voor het klimaatakkoord. Vanuit Triodos, ik zit daar zelf ook bij. Om te zorgen dat er gemeenschappelijkheid ontstaat en urgentie. Dat die transitie maar erbij komt. Maar heb je daar heel weinig vertrouwen in? Want... Nou, ik vind wel, hier moet nog ontzettend veel gebeuren. Nou, als je nou even kijkt, afgelopen zomer zijn de eerste voorstellen gepresenteerd. Nou, dat is ook voorspelbaar nog een beetje rijp en groen. Het kabinet moet nu gaan reageren. Ja, het is nu echt tijd om door te pakken.
En ik hoop echt... Maar was dat dan nu geweest? Ben je echt teleurgesteld over dat ze nu dit moment niet gepakt hebben daarvoor? Het was mooi geweest als ze Prinsjesdag in dat teken hadden gezegd. Dat zou ik fantastisch ik hebben gevonden, maar... Dat je ook denkt dat je de casus helemaal nog moet maken voor duurzaamheid. Nou ja, dat is natuurlijk de tragiek. Maar goed, het is wel een ander gesprek. Hoe kan dat nou? Maar eigenlijk wisten we dit 30 jaar geleden echt al lang. De opperhoofd van deze hele klimaatproces, dat klimaatproces vandaag de dag is Ed Nijpels. Die was in 1989, was die minister van Milieu. Die heeft een groot nationaal milieubeleidsplan uitgebracht. Daar stond het hele klimaatvraagstuk, inclusief de doelen voor vandaag, stond er eigenlijk al lang in. En we hebben 30 jaar als Nederland eigenlijk heel weinig gedaan. Dus we moeten een gigantische achterstand inhalen en dat moet nu ook echt gebeuren. En ik hoop ook dat dit een thema is wat ook in het hart van de economische wetenschap een rol gaat spelen. Met een koffertje. Die wil daar even op reageren. En dat we, nog één zin, dat we zeg maar, de fenomenale transitie die ons te wachten staat, dat het ook op alle aandacht, ook in de wetenschap, want we hebben echt alle support nodig. En dit gaat echt een stuk verder dan, nou ja, de groei morgen en de groei overmorgen, hoe belangrijk ook voor het dagelijks leven, dat erken ik. Maar dit is echt een majeur vraagstuk wat inspanning van allen vraagt. Wie hebben we hier? Mijn naam is Peter Krijnen. Ik begrijp niet dat dit aan Nederland is. Dit is aan India en China en dat soort landen. Dus ik begrijp dit niet. Kees. Nou, het is van ons allemaal. Dus het is zeker ook een vraagstuk in India en China. Het is ook een vraagstuk in Amerika. Wat overigens op dit moment het enige land is wat uit het akkoord is gestapt. Terwijl overigens alle staten in de Verenigde Staten doorgaan met klimaatbeleid. Maar dit gaat allen aan. En het is niet alleen verstandig om hier deelgenoot van te zijn, omdat vanuit het beginsel van fair share, wij hebben een eeuw lang prachtig veel welvaart opgebouwd en meer dan ons proportionele aandeel in de mondiale uitstoot genomen. Dus het zou wonderlijk zijn te zeggen, nou, dit moeten de andere landen maar oplossen die veel later kwamen met economische ontwikkeling. Ik denk dat je daar internationaal niet ver komt. Maar dit wordt ook de economie van de toekomst. Hier gaat de werkgelegenheid, de welvaart en de nieuwe concepten, circulair, hoe je het ook precies wil noemen, voor onze nageslacht, voor onze kinderen over 30, 40 jaar, die gaat hier ontstaan. Ik zou willen dat Nederland daarbij is, zodat wij aan onze kinderen ook een duurzame, volwassen economie kunnen doorgeven. En niet eentje die zich over 10, 20, 30 jaar volstrekt uit de markt heeft geprijsd, als wij nog in ons oude productiepark blijven rondlopen. Dat lijkt me heel onverstandig. Bas, even los van donut-economie, dit verhaal. Ik onderschrijf dit betoog van Kees van Harten. Dat als er één periode is voor overheden om nu die omslag naar een duurzame energievoorziening, onze wereldklimaatproef te maken, dan is het wel nu. Ik bedoel, de rentes zijn zo extreem laag. Die investeringen in die nieuwe technologieën, die zijn rendabeler dan ooit. Nu is het moment om te investeren. En dat geldt ook voor onderwijs en research and development. Dat hoeft niet per se alleen maar klimaat te zijn, maar dit is wel het moment om dat soort investeringen te doen. En de Nederlandse overheid heeft een jaar of 10 alleen maar nagedacht over hoe kunnen we zoveel mogelijk bezuinigen op allerlei dingen. Maar ze heeft niet nagedacht over de vraag, wat is nu eigenlijk een publieke investeringsagenda? Daar is ook in die miljoenennota, er staat op een gegeven moment een prachtige pagina in met een rondje en vier thema's. Nou, duurzaamheid, de woningmarkt, arbeidsmarkt en er was er nog een pensioensysteem. En dat zijn eigenlijk allemaal thema's die dit kabinet moet oppakken. Maar eigenlijk zegt, ja, aan anderen, zoeken jullie het lekker uit. Ja. En het hervormingselan, wat je wel een jaar of 6 geleden zag, ze gaan wachten op dat is nu helemaal verbleekt. Ja. Anna? Nou, ik vind het inderdaad grappig dat de belangrijke thema's, wat jij zegt, hè, die staan dan zo in die miljoenennota. En als je dan gaat zoeken bij die thema's wat er over geschreven wordt, dan zie je eigenlijk dat er helemaal niks echt wordt gezegd. Moet er met partners in de polder worden afgesproken? Nou ja, dat. Maar en kijk over klimaat. Ja, wat jij net al zei, van het lijkt net alsof er nog niks gebeurd is. Maar er is natuurlijk wel degelijk een klimaatakkoord. En het kabinet heeft wel ambities uitgesproken. Nee, maar ik vind ook niet dat we moeten doen alsof er niks gebeurt. Sterker nog, het kabinet zegt, wij zijn het groenste kabinet ever. En kijk, wat denk ik nog nu het belangrijkste vraagstuk is, want oké, de urgentie is duidelijk, maar hoe gaan we dit nou precies doen? Wat zijn de kosten precies? En volgens mij is dat nog niet helemaal helder. En ik denk dat ook voor het draagvlak in de samenleving, dat je ook moet weten, dat mensen ook moeten weten, wat betekent dit voor hen? En dat is volgens mij nu nog helemaal niet zo duidelijk. Nou, laat ik er het volgende van zeggen. Kijk,
Ik had het heel fijn gevonden als het kabinet Prinsjesdag had kunnen gebruiken om haar beoordeling van het klimaatakkoord. Het is nog geen akkoord, we zijn pas halverwege. En het kabinet is inderdaad nu heel hard bezig om na te denken hoe moet ze dat nou allemaal gaan doen. In de energie, in de mobiliteit, et cetera. Nou, daar gaan we over een paar weken iets van horen. Dus wat dat betreft, we zijn er nog lang niet, er is nog geen akkoord. Ik vind het wel heel verstandig dat je heel veel maatschappelijke partijen erbij haalt, want dit is een veel te grote transitie. Wij doen vanuit Triodos daarom ook het pleidooi dat de hele financiële sector moet meedoen. En niet alleen maar gezellig groen financieren, maar ook vooral stoppen met bruine financiering. Dat zou echt heel verstandig zijn. Druk gaan uitoefenen met z'n allen om die transitie voor elkaar te krijgen. Het kabinet moet nu nog spreken. En dit is, ik hoop wel dat dit... Wat wil je nou precies horen nu van het kabinet? Want je zegt aan de ene kant, ja... Ik vind dat dit het grootste project van deze tijd moet worden. Ik vind dat juist in deze tijd dat we even adem kunnen halen na een gigantische crisis. Na een financiële crisis die nog niet helemaal is opgelost, maar de hitte is er vanaf. Ik hoop heel erg dat dit... Maar bedoel je daarmee, ze moeten het ook deels terughalen uit die polder en dat klimaatakkoord, dat is een klein... Die polder is prima als je als kabinet ook maar langs zij komt. Nou, daar zijn ze nu mee bezig. Met dus ik hoop heel erg dat dit een dijk van een investeringsagenda oplevert. En dat dit echt het grote project is wat ook partijen... Ja, dan hoor ik je ook weer zeggen, daar zijn we een heel eind. Dus het gaat wel komen. Dat hoop ik. We zitten te wachten op de nadere kabinetsreactie, op de voorstellen die we vanuit al die tafels hebben gedaan in de zomer. Okay. Dus ik zou hopen dat dit een kans is die het kabinet aangrijpt te zeggen, nou, dit is echt een van de nieuwe grote projecten voor de komende 30 jaar. Dat moet ook partijen verbinden. Zoals de klimaatwet vanuit de oppositie ook aangeboden is aan het kabinet, dit hoort van ons allen te zijn. Dat dat ook op die manier beantwoord wordt vanuit het kabinet. Laten we even, jullie noemden een paar thema's. Hè. Die zijn volgens jullie in elk geval te weinig behandeld in de miljoenennota. Want die liggen nog ergens op een tafel. Onder meer pensioenen, klimaat. We hebben, de volgende vraag gaat over... Ja, dan geef ik hem ook al een beetje weg. Gaat over één van die thema's. In welke context vallen de volgende woorden? Collectief, risicodeling en verplichtstelling. Ik hoor de hele dag, er wordt niks gezegd over pensioenen, maar de koning las er wel iets over voor. Ja, toch. Maar Bas moet daarom lachen. Ja, toen ik Willem-Alexander die tekst hoorde voorlezen, vroeg me één af of hij helemaal door had wat hij aan het voorlezen was. Twee, zou het kabinet nu langzaam de terugtrekkende beweging aan het maken zijn en het idee van die individuele pensioenrekeningen opgeven? Ja, want dat is waar dat woord het collectief oproept. Hè? Van zouden ze dan toch dat individuele loslaten? Ja, want Willem-Alexander had het over een systeem met collectieve buffers en dat soort dingen. En het kan zijn dat dit een bezweringsformule was waarmee het kabinet alle mogelijkheden met de polder nog openhoudt. Maar ik had ook het idee dat er misschien wordt voorgesorteerd op een compromis met de polder, omdat het individuele systeem wat het kabinet bij de formatie heeft aangekondigd, dat er toch niet doorheen komt. Ja. Zou dat erg zijn? Ik denk dat het een probleem is, want we hebben minimaal 6 problemen met ons pensioensysteem. Het eerste is dat we voortdurend conflict hebben tussen generaties over wie stort er en wie ontvangt er. Van wie is het geld? Wat moet iedereen betalen? En dat komt door dat collectieve systeem waarbij iedereen op de grote hoop stort en van de grote hoop ontvangt. En iedereen denkt dat hij altijd te veel moet betalen en te weinig krijgt. Tweede probleem is dat het nieuwe systeem niet is toegesneden op de arbeidsmarkt, waarbij mensen kunnen switchen tussen verschillende beroepen, een tijdje zelfstandig kunnen zijn en dan weer in vaste dienst en dat soort dingen. Dat werkt helemaal niet goed. Derde probleem is dat we altijd gedonder hebben met het toezicht op het pensioensysteem. Bijvoorbeeld met de rekenrentes. Van wie is het pensioengeld? Nou, de rekenrente is een manier om die pensioengelden over generaties op een goede manier te verdelen. Oude generaties die vinden altijd dat die rekenrente te laag is. Jongere generaties vinden het. Nou goed, dat toezicht met al die parameters, dat heb je niet nodig met een individueel pensioensysteem. Ik ben nu bij 4, hè, denk ja, ik. Ja, maar daar kunnen we wel even mee vooruit, denk ik. En het pensioensysteem is heel erg, dat is wel een belangrijke procyclisch. Als het slecht gaat met de economie, dan zie je dat die pensioenen niet meer geïndexeerd worden of gekort, premies omhoog. Ja. Juist op een moment is dat je het niet kan gebruiken. En toen het heel goed ging in de jaren 90 gebeurde het omgekeerde. Heb je ook niet met een individueel systeem. En deze woorden dus, die gebruikt werden door de koning, want dat is alles wat we dan tot nu toe hebben over wat er met pensioenstelsel zou moeten gaan gebeuren, die zijn dan wel, of die zijn voor Bas niet bemoedigend, Kees?
collectief, risicodeling blijft, verplichtstelling blijft? Ja, kijk, ik ben het eens met Bas. Hier moet nou eens een keer een eind aan komen. Want dit duurt al volgens mij 7 jaar, zo ja. Niet langer. Maar een eind met collectief is altijd nog beter dan geen eind. Ik hou heel erg van een collectief pensioensysteem. Ik geloof dat daar heel veel kracht in zit. Er zijn wel in het verleden beloftes gedaan die niet kloppen. En het pensioensysteem is onvoldoende dekkend voor de moderne arbeidsmarkt. Dat vind ik eigenlijk dat is daarmee wordt het ook een bron van uitsluiting en van concurrentie op loonkosten. En dat vind ik uitermate bezwaarlijk. Dus er moet echt een volgende stap gemaakt worden. Ik ben iets anders dan Bas wat minder te spreken over het alternatief waar nu het meeste werk op gezet wordt met die individuele pensioenrekening. Ik geloof dat dat voor geen meter gaat werken. Nee. Maar dus collectief hoeft hier niet per se erop te duiden dat ze die individuele pensioenpotjes loslaten. Dat kan een collectief systeem zijn met individuele rekeningen. Ja. En dat kan ook verplicht dus worden. Dus we weten nog steeds niks. Ik denk dat het een bezweringsformule is. Een bezweringsformule. Dan gaan we even naar een ander dossier. Echt we raken het even aan bij de volgende vraag. De woningmarkt. en misschien ook wel verduurzaming. Hoewel ik daar zeer over twijfel toen ik dat las. Met hoeveel wordt de verhuurdersheffing voor corporaties verlaagd? Ik weet niet of iemand dat mee heeft gekregen. Niks, nada nul, denken jullie. Nou, 100 miljoen euro. Nou weet ik dat daar discussie over is, want die corporaties gaan een belangrijke rol spelen in die verduurzaming. Daar zit, dus moeten allemaal, nou, er moet heel veel gebeuren en onder meer van het gas af en zo. Maar ik weet niet, ik las een zin gewoon dat 100 miljoen euro structurele verlaging, dus dat is dan misschien weer niet voor verduurzaming. En het is te weinig, Kees? Het is een stapje vooruit. Ik zit hier op enige afstand, dus ik weet niet helemaal precies wat nou al de laatste verwikkelingen zijn rond die verhuurdersheffing. Dat kun je nog veel beter met Diederik Samson bespreken, want die is chef van de tafelgebouwde omgeving bij het Klimaatakkoord. maar hier zou je eigenlijk eenzelfde soort deal kunnen voorstellen. Die verhuurdersheffing is met name voor de armere corporaties in de grote steden, want het gaat om WOZ-waarde, dus dat is voor die armere corporaties in die grote steden heel ingewikkeld, want daar is die WOZ-waarde zo hoog. Kortom, dat systeem dat is niet fijn. Er is ook een verdelingsvraagstuk overigens tussen corporaties, maar dit maakt het eerder vervelender dan makkelijker om dit soort transities te maken. Kijk of je daar een deal kan maken. Dit zijn niet de bedragen die nodig zijn voor verduurzaming. Dan moet je met groter geld komen. En iets soortgelijks zou je ook met de industrie kunnen. Pak nou die 2 miljard van die dividendbelasting. Wie wil dat nou nog? Ja, zet dat in aan die klimaattafel. Maak daarover een deal met de grote industrie. En zeg, jongens, we gaan echt om de komende jaren. En daar willen we die dividendbelasting voor gebruiken. Doe je niet mee, krijg je het niet. Doe je wel mee. Een soort groene dividendbelasting, afschaffing. Maak daar een mooie deal van. Nou, dat zou dus hier ook kunnen. Anna, De woningmarkt, want ik wil het heel even weer terug naar de mensen, om het zo maar te zeggen, trekken. Want wat mij opviel in de miljoenennota over de woningmarkt, dat er eigenlijk werd geconstateerd, ja, op sommige plekken is de woningmarkt oververhit. De tekorten die blijven oplopen, want er komen meer mensen en meer eenpersoonshuishoudens bij. En er wordt gewoon te weinig gebouwd. Wat gaan we daaraan doen? Ja, dat stond er dus niet in. Nou, de koning had het over 75. Was het de koning? Ja, 75.000 is de ambitie. Ja, dat is de ambitie. Maar het probleem is dat er gewoon te weinig gebouwd wordt. Ja. Steeds. En dat blijft. En ik zag daar ook niet echt een oplossing in de miljoenennota. Misschien heb ik hem gemist. Ik heb het stukje ook even opgezocht. Daar valt bij de woningmarkt viel me op dat de problemen benoemd worden. Ja. Maar vervolgens geen oplossingen. Nou, er staat alleen het tij moet keren. Ja. Hoe dat moet gebeuren, werd bal, mij bal en schip. Ja, dat weet ik niet. Dividendsbelasting, het is gevallen. Wat kunnen we er nog aan toevoegen? Het staat erin, natuurlijk, zou ik bijna zeggen. Alles is gezegd? Nou, ik denk vooral dat dit een politiek gezien gaat dit zo vaak nog terugkomen in alle discussies. Elke bezuiniging die nu doorgevoerd gaat worden, krijgen ze elke keer weer terug. Ja, maar de dividendbelasting. Het is denk ik heel schadelijk voor het imago. En voor het imago? Voor het kabinet, ja. En los van of welk effect het heeft, maar gewoon dat gaat elke keer weer terugkomen. Denk ik. Kijk, dit is ook een klein stapje in een veel langer lopend traject. Wat echt goed op gang is gekomen al decennia geleden. Namelijk dat landen wereldwijd en Europa heeft ook heel lang op die koers gezeten. Zware fiscale concurrentiestrijd tussen lidstaten. En Nederland, gelijk vele andere landen, doen daar vorselijk aan mee.
En dan moet je niet gek staan te kijken dat je na een aantal decennia, dat je ineens een hele rare verdeling hebt tussen kapitaal en arbeid. Dus het vraagstuk over de zwakke macht van arbeid, op de factor arbeid op de arbeidsmarkt speelt daar een rol in. Je ziet ook steeds meer scheefgroei in waar wij onze collectieve middelen vandaan halen. Dat zie je niet alleen in Nederland, maar dat zie je ook in Europa. Pak de OESO-cijfers erbij. Arbeid, consumptie wordt veel zwaarder belast dan kapitaal. En die verhouding is echt een stuk schever dan vroeger. Dus landen zitten elkaar, dat is de lange termijn trend, toch behoorlijk gek te maken en tegen elkaar op te bieden met steeds lagere tarieven of fiscale faciliteiten. En dit is er ook zo eentje. Dus we zetten hiermee niet, terwijl de OESO al 3 jaar geleden gezegd heeft, jongens, dit loopt totaal uit de hand. We moeten hier echt mee stoppen met z'n allen. Die hebben echt met de zweep op tafel een aantal lidstaten aangesproken. Zeggen we, zullen we dit proberen, deze trend eens een beetje te gaan keren en dat proces van collectieve verarming tegen te gaan? Ja, dat zou eigenlijk toch de route moeten zijn. En dat is ontzettend lastig en ingewikkeld. Belasting is nationaal, soevereiniteit en weet ik veel wat. Maar ook hier zou je toch een keerpunt moeten bereiken. En dat is zo jammer aan die dividendbelasting, dat dat dus weer terug is op de oude route. We gaan weer een tandje erbij zetten. Tegelijkertijd worden de brievenbusmaatschappijen dan wel meer aangepakt. Ja. Ja. Je gelooft er niet in. We hebben zo waar de afgelopen vrijdag op het Financieel Dagblad een paar mensen die voor waren, die het omnamen voor het kabinet. Maar we hebben hier ook een advocaat die zaterdag in NRC toelichtte waarom u toch vindt dat het wel een goed idee is om die dividendbelasting af te schaffen. De enige, samen met de bepaald lichaamsdeel van Rutte, geloof ik. Wat wilt u van me horen? Even voor Kees Vendrik onder meer waarom het toch wel een goed idee is. O jee, hoe lang heb je? Je hebt het me vanochtend uitgelegd. Zal ik de korte versie geven? Laat ik het zelf een keer proberen. Het gaat om het vestigingsklimaat. En zoals vanochtend ook zei, er is niet één vestigingsklimaat. Er zijn allerlei verschillende vestigingsklimaten. Het gaat om vestigingsklimaat voor hoofdkantoren. Daar gaat het om. Wil je dat? Dat is een politieke keuze. Als je dat wilt, dan denk ik dat dit een hele goede maatregel is. Want er is een concurrentie. En die concurrentie uit zich uiteindelijk in aandeelhoudersstemmingen. En helaas, het is gewoon een feit, mensen kiezen voor hun eigen portemonnee. En als ze moeten kiezen voor dubbele belasting of enkele belasting, kiezen ze verrassend genoeg voor enkele belasting. Dat is de realiteit. Ze kunnen het allemaal verrekenen. Sorry? Het is toch geen dubbele belasting? Als je over het dividend wat je in Nederland krijgt hier belasting afdraagt, dan kan je dat in je thuisland, als je een buitenlandse aandeelhouder bent, kan je dat verrekenen. Daar hebben we een enorm belastingverdragend netwerk om dubbele belasting te voorkomen. Ja, dus dat is inderdaad de platte theorie. Het werkt alleen niet zo. De realiteit is, en het is moeilijk om daar echt gedetailleerd onderzoek naar te doen, want we weten nou eenmaal niet precies wie de aandeelhouders zijn van Nederlandse beursfondsen. Dat is inherent aan het anonieme systeem. Maar het gevoel is, en dat is een beredeneerd gevoel, dat ongeveer 40% het niet kan verrekenen. Dus die ervaren dubbele belasting. Overigens, een heleboel mensen beseffen het niet eens, dat is een ander probleem. Kijk, als jij in een synthetische indextracker investeert, moet je niet denken dat je die dividendbelasting kan verrekenen. Alleen je hebt geen flauw idee dat die er überhaupt is. Dat is weer een ander probleem, maar goed, dat is leuk voor later op de avond. Maar de realiteit is, een hele hoop mensen, als ze beleggen via beleggingsfondsen, de eerder genoemde individual savings accounts in Engeland, vergeet het maar, je krijgt de dividendbelasting niet terug. Kijk, het hele probleem is, wacht even, ik ben nog niet klaar. Het probleem is, alle voorbeelden die er genoemd worden, die gaan altijd uit van, om een of andere rare reden, ofwel Haitiaanse of Chileense oma's die kennelijk in een la een aandeel hebben liggen met een couponschaar en daar gewoon de dividendcoupons van afknippen. Dat is niet meer de realiteit. Dat is niet de manier waarop mensen vandaag beleggen. Die beleggen bijna alleen maar indirect. En dan blijft er juist ongelooflijk veel hangen. En op het moment dat ze dan gevraagd worden te stemmen voor een bepaalde figuur, is het niet zo heel raar dat zij zelf, of heel vaak hun vertegenwoordigers, zeggen van, laat ik dan maar kiezen voor een eenvoudig systeem. That's reality. Dus het gaat u erom, op het moment dat er gestemd moet worden over waar zo'n hoofdkantoor dan gevestigd moet worden, dan heeft Nederland wat te bieden als ze zeggen, nou, kom maar hier, want dan hoef je over die dividenden geen belasting. Maar dan zou het pleidooi toch moeten zijn vanuit de voorstanders om hier iets aan te doen. Zullen we dan met elkaar, met een aantal landen, de meest relevante landen, zullen we gewoon een deal gaan sluiten? Dat je gewoon dubbele belasting wel degelijk gaat voorkomen. Maar dan gaan we toch niet in Nederland dit debat oplossen. En dan weet je dus dat je een aantal andere landen weer aanzet om de volgende stap te doen. En dit gaat al decennia zo door. Dan moeten we een keer mee stoppen. Het is toch niet vreemd dat we vandaag de dag over een
verdelingsvraagstuk praten, een ongelijkheidsvraagstuk. De stabiliteit van de overheidsfinanciën wordt er slechter van. Die wordt steeds meer gefocust op één factor. Daar moet het vandaan komen. Terwijl vroeger belastinginkomsten en premieinkomsten veel meer gespreid waren. Dit zou toch een zaak van ons allen moeten zijn. Dat gaan we toch niet in Nederland nog een keer... gaan we die zwengel van die belastingconcurrentie aandraaien. Het was nog een moedige poging om nog één keer de dividendbelasting eens te kijken of we nog een nieuw argument hebben. Maar we gaan naar de volgende vraag in de quiz. Dit gaat ook over risico's, hè? Heeft het kabinet genoemd. Het gaat goed, maar let op. En het belangrijkste risico dat genoemd wordt is de Brexit. Nou, daar wordt voor gereserveerd. Waarvoor precies? Want daar zou nog wel eens wat kunnen gebeuren. Er zijn nog maar 10 man in de race. Is het, ging het voor de rest te snel? Hij gaat te snel. Nou. Dus waarschijnlijk wordt er degene die het meest digivaardig is, die gaat winnen vanavond. Kan toch die Neerlandicus nog. goed, douane. Is dat wat we nodig hebben om het risico van een falende Brexit, kan je dat zo noemen? Van een tegenvallende Brexit op te vangen? Wie? Ja, dit is natuurlijk echt een waste of time, dit hele verhaal. Die Brexit, het geknoei, het gedoe, verschrikkelijk. En dan moeten wij er ook nog terecht over, denk ik, 90 miljoen voor uittrekken om te zorgen dat ons exporterende bedrijfsleven en importerende bedrijfsleven en alle handelscontacten, dat er nog een beetje loopt. Maar het is echt een waste of time. Shame. Ja, maar waste of time van de Britten dan? Ja, ja, okay. Dat ze dit veroorzaken. Onze tijd en, mijn god. Oké, okay. We gaan door naar de volgende, want ik zie geen enorme eagerness om nou uitgebreid op die Brexit in te gaan. Sophie, de volgende vraag. Pak snel je telefoon allemaal. We moeten ze iets meer tijd geven om de telefoon te pakken, denk ik. Hoeveel procent van de bedrijven heeft überhaupt geen werknemers in dienst, denken jullie? Ik kwam het zinnetje tegen. Dat zijn die brievenbusmaatschappijen waarschijnlijk. 80. We zijn bij de arbeidsmarkt aangekomen. Flexibilisering. Hebben we daar voldoende grote en meeslepende plannen voor gehoord? Anna? Volgens mij hebben ze dat ook geparkeerd in een onderzoek, las ik. Ik heb even gekeken welke onderzoekjes en commissies er zo al ingesteld werden. En volgens mij was de arbeidsmarkt daar één van. Ik neem aan, ik heb dit niet gezien, maar dit zitten ook de ZZP'ers aan. Ja, dit is eigenlijk een omkering, ja, denk ik, van we lezen altijd hoeveel ZZP'ers er wel niet zijn en hoeveel flexcontracten. Maar je kan het natuurlijk ook uitdrukken in van hoeveel procent van alle bedrijven in Nederland heeft dan daadwerkelijk mensen in dienst. Het, blijkbaar 80%. Nou ja, we weten natuurlijk al een tijdje dat in Nederland echt heel veel ZZP'ers hebben en ook veel meer dan in andere ons omringende landen. Dus we lopen daarin wel degelijk uit de pas. En dat komt, jij noemde het net ook al even door, ook de fiscalisering van hoe die ZZP'ers dat kunnen doen. En dat ze daarmee in feite ook een soort oneerlijke concurrentie ook aangaan, tenminste, voor werknemers, want die zijn gewoon veel duurder. Ik hoorde ook dat in de troonrede volgens mij dus dat de vaste contracten wat minder vast worden. Nog een stapje, dus om die verschillen tussen flex en vast te verkleinen. Is dat de goede route, Kees? Nou, volgens mij moet je een aantal dingen doen. En ik heb het idee dat het grote probleem van Nederland, en daar is Nederland wel redelijk uniek in, met enorme verschillen qua rechtsbescherming, maar ook qua fiscale positie tussen vast en flex. Nou, dat moet gedicht worden. Het pensioen is er één van. Dat we een groeiende groep flexwerkers, ZZP'ers hebben, die straks gewoon geen aanvullend pensioen hebben. Nou, dat is volgens mij niet wat we willen. Het lijkt mij voor zo'n grote groep echt niet de bedoeling. Dus daar zouden we iets aan moeten doen. Dat is die pensioenhervorming. Dat Koolmees probeert om die extreme verschillen te verkleinen. En ik hoop dat dat dan ook tot een fiscale aanpassing gaat leiden. Want die flexwerkers, zeker die ZZP'ers, die hebben het wel heel erg goed fiscaal gesproken. Ja, maar je kan het verschil verkleinen door vast minder vast te maken. Ik denk dat het naar elkaar toe moet groeien. Ja. En ik denk dat dat een hele gezonde beweging zou zijn. Dat we daarmee ook. En het maakt niet zoveel uit of we vast minder vast maken of flex vast. Nou, laten we zeggen, het moet van twee kanten komen. En daarmee zou je echt een wat inclusievere arbeidsmarkt hebben. Want ja, ondanks die mooie werkloosheidscijfers van vandaag. Ja, er staat nog een enorme groep van ongeveer ruim 1 miljoen mensen. Vaak ook met bescheiden kwaliteiten om snel op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan. Maar die staan er gewoon langs de kant. Dus die arbeidsmarkt is vrij hard voor een groep die permanent wordt uitgesloten. Ook zo'n issue waarvan je denkt, jongens, daar zitten we al
40 jaar met de rotzooien. Dat moet nou toch echt beter. Zeker als je dan denkt dat er zoveel mensen nog nodig zijn. Hier zou echt een grote slag geslagen kunnen worden. We gaan naar het filmpje van Anna. Ja. Sophie, ja, daar hebben we denk ik behoefte aan. Je hebt twee dingen uitgekozen, hè? Een stukje. Luister naar de tekst. Leuker dan Kate Rayward. En dan hadden we dat er was nog één. Ja. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I bought. The clothes I'm wearing, I bought. The rock I'm rocking, I bought. Cause I depend on me, if I want it. The watch I'm wearing, I bought. The house I live in, I bought. The car I'm driving, I bought. I depend on me, I depend on me. All the women who independent, throw your hands up at me. Anna, wat heb je meegemaakt? Ja, nou, dit is voor degene die dat niet weten. Dit is het Destiny's Child. Misschien zegt de naam Beyoncé de meeste wel wat. Maar dat eerste liedje, dat is een heel oud liedje van Destiny's Child. En daar zingen ze dus in. Can you pay my bills? Can you pay my telephone bills? My automobile bills? En als je dat niet kan, dan moet je maar wegwezen. In het tweede, misschien voortschrijdend inzicht, want dit is van... dateert van wat later, is ook Destiny Child. En daar zingen ze ineens van... Nou, de schoenen die ik aan heb, heb ik zelf betaald. En mijn huis heb ik zelf betaald. En het moet 50-50 in relaties zijn. En ik ben een onafhankelijke vrouw, handjes in de lucht, zo. Dus ik vond het allereerst heel grappig dat die twee verschillende boodschappen door eenzelfde popgroep gezongen werd. Maar ik vind het ook wel tekenend voor hoe... want dan kom ik eigenlijk bij mijn eigenlijke onderwerp uit. Hoe vrouwen nog steeds in hun eigen financiële onafhankelijkheid staan. Omdat we zien in Nederland nog steeds dat er een heleboel vrouwen... we werken heel veel, tenminste. Veel vrouwen werken, moet ik zeggen. Maar we werken niet veel. We werken nog steeds weinig uren. En zeker als je dat vergelijkt met andere West-Europese landen, zitten we gewoon echt heel erg laag in het aantal uren. We zitten laag in het gemiddelde inkomen dat we meenemen. Even kijken hoe hoog en hoe laag. Ja, je hebt ook nog een dingetje mee. Ja, want deze zat dus in de miljoenennota. Want ik had het natuurlijk al van tevoren had ik dit meegenomen. Maar zo waar, er stond vandaag ook want iets wat in zien de miljoenennota. Hier precies dan? Nou, we zien hier onder zijn de vrouwen, de arbeidsduur vrouwen. En dat zijn mannen. Nou zie je sowieso Nederland deeltijdkampioen, hè? Want het zijn niet alleen de vrouwen. Maar je ziet wel dat wij echt extreem laag zitten in het aantal uren. Dus we hebben iets van de Grieken te leren, begrijp ik. Ja. Die Grieken die werken veel meer, joh. Uren, hè, ik weet in Nederland, we werken het minste aantal uren geloof ik ter wereld. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om het aantal uren dat je er bent, maar ook hoe productief je bent. Maar als je kijkt naar vrouwen, dan werken wij gewoon echt minder uren dan ook op andere West-Europese landen. Maar belangrijker vind ik dus dat gemiddelde inkomen wat we daarmee verdienen ligt ook een stuk lager. Ook de bijdrage aan het BBP is een stuk lager. We gaan naar dat inkomen zo. Even één vraagje moeten we even doorheen. Die doen we. Sophie, mogen we... Dit was een leuk nieuwtje. En dat paste ook wel in. Het betaald geboorteverlof voor partners gaat van 2 dagen naar maximaal hoeveel? Dus dit is mannen die thuis blijven na geboorte van een kind. Hoe lang mag dat? Dat was 2 dagen. En dat wordt? Nou, het is voorgezegd. Toch denken sommigen, nou, dat kan niet. Maar het is inderdaad 6 weken. En dan even die participatie. Ja, hoeveel werken we nou? Want we zagen net die grafiek. Maar in hoeveel mannen en vrouwen in Nederland werken nou eigenlijk? Hoeveel procent, in dit geval van vaders, respectievelijk moeders, werkt? Dat tweede getal is dus moeders. Dat zijn die vrouwen van
Anna, 78,5, 67. Ja. Nou, dat is best wel hoog. Hè? Dus dit is wat je zegt. Ja. Het zijn heel veel vrouwen werken veel wel, vrouwen maar werken, weinig uren. Maar en dan in kleine baantjes. Dat betekent dus inderdaad dat ze niet financieel onafhankelijk zijn. En het betekent ook... kijk, er was vorige week heeft ook een... McKinsey heeft een rapport uitgebracht. De bijdrage die vrouwen zouden kunnen leveren aan het BBP als ze meer zouden werken. Nou, daar werd toen een getal opgeplakt van 100 miljard. Ik vond dat misschien een beetje overdreven. Maar het is wel relevant, ook als je kijkt naar de tekorten die we zien op de arbeidsmarkt. Er ontstaat gewoon krapte. En zeker in bepaalde sectoren zoals de zorg en het onderwijs, waar traditioneel veel vrouwen werken. En die werken veel in deeltijdbanen. En dat zijn niet allemaal vrijwillige deeltijdbanen. Want ook als je kijkt naar de mensen die aangeven wie willen meer uren werken. Het CBS meet niet alleen werkloosheid, maar ook mensen die bijvoorbeeld wel willen werken, maar niet zoeken. Nou ja, allerlei categorieën. Maar ze vragen ook wie willen meer uren werken. Nou, dat zijn ongeveer 400.000 mensen geven aan dat ze meer willen werken. En twee derde daarvan zijn vrouwen. Dus het zijn ook wel heel veel vrouwen die wel meer zouden willen werken. Maar blijkbaar kan het niet in hun huidige taal. Er werd dus in dat McKinsey-onderzoek werd een aantal dingen werd gezegd. En één daarvan was de cultuur ook die wij in Nederland hebben. Wij vinden het eigenlijk prima als vrouwen werken, maar niet meer dan 3 dagen als ze kinderen hebben dan. Dat vinden we... Dat vinden mannen en vrouwen. Hm? 80% van de Nederlanders die vindt dus als gevraagd wordt, mag een vrouw werken? Ja, prima. Maar 3 dagen, dat is wel... En dat vinden dus ook vrouwen. Met kleine kinderen, vrouwen ook. Want dus die cultuur wordt door mannen en daarom, vrouwen gedragen. Precies. En het is dus, ik wil hier absoluut namelijk niet de vinger wijzen naar mannen. Want daarom heb ik ook dat eerste liedje laten zien van Destiny's Child. Omdat vrouwen dus zelf ook zoiets hebben van... Can you pay my bills? Anders dan hoef ik je niet. Daar, dus kom op vrouwen, een beetje onafhankelijker zijn. Heel even, want waarom wil je nou dat die vrouwen meer gaan werken? Is dat omdat we de Nederlandse economie vooruit willen helpen? Of omdat we die vrouwen vooruit willen helpen? Nou kijk, ik vind persoonlijk dat het goed voor vrouwen zou zijn als ze meer zouden werken. Omdat ze zelfstandiger zijn en onafhankelijker. Maar bijkomend voordeel is dat ook economische voordelen aan zitten volgens mij. Onder andere om die krapte op de arbeidsmarkt op te vangen. We hebben meer mensen nodig. Moeten we beginnen bij de vrouwen? Kees, je zei net 1 miljoen mensen is helemaal niet actief. En zouden we op de een of andere manier misschien wel er meer bij kunnen betrekken? Als je nou moet kiezen, tot welke doelgroep zou je je als eerst gaan richten? Nou ja, volgens mij, dat cijfer wat je net liet zien over de participatie van vrouwen. Als je vervolgens kijkt naar welk deel van de vrouwen is economisch zelfstandig. En kan het gewoon op eigen portemonnee redden, om het zo maar even te zeggen. Ik denk dat het wel iets is verbeterd, maar daar, dat is natuurlijk het echt, dat vind ik het belangrijkste dat probleem. Dat is minder dan de helft. Ja, dat vermoed ik. Het was 40, 35 in de jaren 90, 2000, dus het zal wel iets gestegen zijn. Maar dat is, ik herinner me ooit een uitspraak van Nelly Kroes, die tegen een zaal met overigens heel veel vrouwen zei: dames, de prins op het witte paard komt. En hij gaat. Kortom, zorg voor je eigen portemonnee. En dat vind ik eigenlijk een heel gezond uitgangspunt. Dus dat lijkt mij, als je kijkt ook... Het is weer een andere link, maar kijk naar problematische schulden, naar werkloosheid. Wat voor ravage dat bij sommige gezinnen veroorzaakt. En dat heeft te maken met het gebrek aan economische zelfstandigheid. En dat is toch... Dat vind ik dus de belangrijkste zorg. En daarnaast is het waar... Ja. Dat het onze economie helpt, zeker in tijden van grote krapte. We gaan die vergrijzing in en dat arbeidsaanbod gaat gewoon nu elke keer dalen. We hebben 50 jaar stijging gehad, dat gaat nu dalen. Dat zal wel even zo blijven, dus om dat te mitigeren, om dat een beetje nog beheersbaar te houden, hebben we denk ik wel iedereen nodig. Maar, wat was gisteren nieuws in, ik geloof in Almere, nee, Zaandam, gaan de scholen 4 dagen per week, want te weinig docenten. Het zijn heel veel vrouwen die 2 dagen voor de klas staan of 3. Maar ja, blijkbaar is het ongelooflijk moeilijk om ze te verleiden om een dag extra te doen. Ja, maar ik denk dat we hier als een econoom moeten redeneren. En inkomensmaximalisatie, daar gaat het niet om in het leven. Het gaat over brede welvaart. En als er geen andere, zeg maar, verstoringen, belemmeringen, noem maar op zijn, dan vind ik dat mensen gewoon volkomen zelf kunnen bepalen hoeveel uren ze werken, of ze willen werken of niet. Ja, maar en er zijn wel een aantal verstoringen en belemmeringen, bijvoorbeeld door belastingen of door kinderopvang, waardoor dat onvoldoende gewaarborgd is.
Dus daar begrijp je op in, om dat te faciliteren. Maar ik vind niet dat het een taak is van de overheid of van de economen om te zeggen hoeveel mensen zouden moeten werken. Dus dat mogen ze vooral zelf uitzoeken. Ze moeten niet gaan werken om de economie aan te zwengelen, zeg Nee, het gaat over brede welvaart. Ja. En als mensen onbelemmerd hun eigen preferenties volgen, dan is de welvaart het hoogst. En als je mensen gaat prikkelen om meer arbeid te verrichten dan ze zelf zouden willen, dan gaat de welvaart Ja, maar dat gaat over het willen. En dan heb je dus ook te maken met sociale en culturele normen. En de vraag is, is het dan echt een keuze? Is het een fabricated choice? Of is het een druk die je voelt vanuit de maatschappij? En je kunt je ook afvragen waarom veel vrouwen er vrijwillig voor kiezen om eigenlijk een goedkope schoonmaakster te zijn in huis, in plaats van gewoon meer maar te werken. Als het cultuur is en we willen het met z'n allen, ja, dat is een beetje bassenpleidooi. Maar de vraag is of ze het echt willen. En kijk, het is ook okay. Maar ik denk dat wij als economen niet de pretentie moeten hebben om te bepalen wat mensen moeten willen. Wat willen. We gaan heel even, hou dat vast. Wie hebben we hier? Naam is Misha Beekman, ik werk in de financiële sector. Dus het sectorverhaal is wel, denk ik, een belangrijke verklaring van de verschillende deeltijdwerk tussen mannen en vrouwen. Ik werk zelf in de financiële sector op een afdeling die 90% man is. Dat vind ik heel erg. Dat moet helemaal niet. Dat vinden wij ook heel erg. En ik denk dat dat één ding wat de overheid kan die daadwerkelijk een sturende rol spelen. Want ik zou heel graag deeltijd willen werken. Het is alleen totaal niet te doen door de structuur van de sector waarin ik in zit en de soort opdrachten die binnenkomen en de mate waarin het werk gestructureerd is. In onderwijs en zorg zijn mensen al veel verder. Zorg is ook 24/7, maar toch zijn we daar in staat met z'n allen dat in een deeltijdstructuur te vatten. Dat moet in de financiële sector ook kunnen. Maar je ziet bijvoorbeeld dat instituties zoals cao's in Nederland en de algemeen verbindende verklaring van cao's houdt het enorm tegen. Want je hebt enorm veel, nou ja, laat ik zeggen, relatief oude vakbondsmensen die flexibilisering tegengaan uit angst voor een absolute inkomensachteruitgang. Omdat ze bang zijn dat bijvoorbeeld oude werknemers gedwongen worden minder uren te werken en daarmee als inkomen achteruit gaan. Dus dat soort effecten, denk ik, is goed om mee te nemen met die sectorverschillen. En ik denk dat een deel van vrouwen dan meer uren kan gaan werken, dat graag zouden willen. Maar ook veel mannen die minder uren zouden willen werken, maar dat niet kunnen in de huidige structuur, ja, dat het zo nauw toe kan groeien. Nou, zeker. Dus Bas, het is niet altijd zo. Maar ik zei dat er kunnen belemmeringen zijn. Waardoor mensen niet kunnen doen wat ze het liefst zouden willen. En er kunnen ook redenen zijn waarom er misschien mensen te weinig arbeid aanbieden. Er kunnen ook politieke opvattingen zijn, zoals het stimuleren van emancipatie. Maar het doel van het maximeren van onze arbeidsinzet omwille van vergrijzing of dat soort dingen kan je niet op goede welvaartseconomische gronden rechtvaardigen. Nee, maar als we het hebben over het wegnemen van belemmeringen, vind ik wel dat er ook in de kinderopvang echt ook anders zou moeten worden omgegaan. Want we gaan nu uit. Ik heb zelf, toen ik kinderen kreeg, ging ik naar de Rijksoverheid. En dan heb je rekenmodellen. En die gingen standaard uit van een gezin dat gebruik maakt van 2 dagen opvang in de week. Ja, en dat is ook zo. Want dat wordt er gemiddeld ongeveer afgenomen. Maar het houdt zichzelf dus ook een beetje in een soort van Die cultuur wordt ook gevoed door het beleid. Ja, en als je bijvoorbeeld kijkt hoeveel als bij kinderen die 5 dagen in de week naar de opvang zouden gaan met 2 werkende ouders, dan kost dat in Nederland ongeveer 20% van je netto inkomen. Dat is veel meer dan in andere landen om ons heen. Alleen in Engeland of in de UK is het hoger. In Duitsland is het 10%, in een heleboel andere landen is het ongeveer 10%. En dat is dus, ik vind dat we daar echt iets van zouden moeten doen. En ik vind ook dat de afgelopen kabinetten in de crisistijd daar enorme fouten hebben gemaakt, als ik het mag zeggen. Hoe ze dat hebben aangepast. Om niet dat te zien als een soort basisvoorziening die we hebben in Nederland, maar de hele tijd aan die knoppen te gaan draaien, waardoor het ineens gigantisch duur wordt. En die hele sector als het ware. Want voor de crisis was het eigenlijk heel goedkoop, toch? Toen was de kinderopvang werd behoorlijk. Ik heb geen cent betaald. ik trek er mijn hypotheek. Ik heb optimaal gebruik gemaakt van. Mijn kinderen zijn inmiddels 12 en ouder. We gaan naar de laatste. We gaan even de uitsmijter doen. Want die vrouwen, die moeten dus, om nou de avond uit te gaan met dat de vrouwen het allemaal moeten gaan oplossen. Dat is ook zo jammer, dus dat gaan we nog even neutraliseren. Laatste kans, jongens. Waarvan is dat koffertje van die miljoenen nou ten einde gemaakt? Wie weet het? Van ons belastinggeld, hoor ik. Ja, dat is het natuurlijk. En het antwoord is geitenperkament, jawel, met blauwe zijde aan de binnenkant. Echt waar? Staat op de site van de Rijksoverheid, dus dat kan niet anders dan daar zijn. We gaan eens even, oh, want er gaat iemand, ESB-hoofdredacteur, die weet meer van hoe het waar het koffertje van gemaakt is, of die wil nog even de uitsmijter. Ja, zeg het maar, Jasper. Je hebt een vraag gehad over verhuurdersheffing. Ja. En je bent in het frame van de regering getrapt.
De verhuurdersheffing is nu 1,7 miljard. Het was gepland om naar 1,8 miljard te verhogen. In het regeerakkoord staat dat het is een verlaging van de verhuurdersheffing. Hebben we weer zo'n basispatellende verdaagd? Ja, het is een verlaging van 100 miljoen. Dus wat de regering eigenlijk zegt tegen de woningbouwcorporaties. We verhogen hem niet, maar in plaats daarvan moet je 100 miljoen van je eigen geld aan vergroening uitgeven. Potverdikkie. Is dat de enige frame waar we ingetrapt zijn? Of heb je nog meer? Nou, dit is de frame die ik heb gevonden. Ik heb net de miljoenennota vorig jaar en dit jaar naast elkaar gelegd om deze er even uit te halen. Zo. Die vraag telt niet mee voor de einduitslag. Die halen we er nu nog uit, want dat kan natuurlijk niet. Dus Sophie, hebben we een winnaar? Show the winner. Ja, en dat is... Luigi. Luigi. Ja, of Misha. Of... Misha? Misha? Wie is Misha? Ja! Hey. Onze man uit de financiële sector, kom er even bij. Kom er even bij. Want we gaan je natuurlijk van harte feliciteren. Heb jij ook een spooknaam moeten invullen? Ik had mijn telefoon erbij. Moest je ook een spooknaam invullen? Nee, ik heb... Gefeliciteerd, ja. Nou ja, we hopen van harte dat je wat minder kan gaan werken. Dit is de KVS quizbeker met daarin echte dropmunten. En je bent echt de winnaar van de avond. Een groot applaus voor Misha. We praten verder aan de bar, zou ik zeggen. Mag ik ook nog één keer een heel groot applaus voor Kees Vendrik, Bas Jacobs en Anna Dijkman. Dank jullie wel. En namens de KVS en de Bali hartelijk dank voor jullie komst.